Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Have you ever dreamed of a journey to the rainforest deep in the Amazon? A true adventure, fascinating beauty of a lost nature you've never met before. Jungle excursion with native guides, traveling by dugouts to waterfalls, moving from the bustle of modern urban life, bird watching and the greatest fun to enjoy. All this joy we have in Suriname, come on and join me on the trip of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all, join me. The dark mysteries of the jungle, breathtaking rivers and the natural rapids, be introduced to traditional cultures. Overnight camping, so exciting, waking up early by singing birds, bathing in nature, relaxed and refreshing, fishing in rivers are great talents, as you heard. All this joy we have in Suriname, come on and join me on the trip of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all, join me. All this joy we have in Suriname, come on and join me of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all, join me. All this joy we have in Suriname, come on and join me on the trip of a lifetime. The people. Fascinating beauty of a lost nature you've never met before. Jungle excursion with native guides, traveling by dugouts to waterfalls, moving from the bustle of modern urban life, bird watching and the greatest fun to enjoy. All this joy we have in Suriname, come on and join me on the trip of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all, join me. Dark mysteries of the jungle, breathtaking rivers and the natural rapids, be introduced to traditional cultures, overnight camping so exciting.
Ja, een hele goede avond aan alle standvaste luisteraars. Mijn naam is Sing. Mensen, ik ga u bezighouden tot even voor 9 uur, dan kap ik ermee. Het is vandaag 6 april 2021. Hevige zware sneeuwbuien, mensen. Hevige zware sneeuwbuien in Rotterdam. En ik vermoed dat het niet anders zal zijn in grote delen van het land. De hele dag is het al onstuimig. Storm, hagel, weet u, regen, het is nogal koud, maar ja, het laatste is erbij gekomen, die hevige sneeuwbuien, mensen. Het is enorm moeilijk hoor, momenteel, maar ja, goed, we zijn er. Ik zou zeggen, ga nergens naartoe, er is lockdown, er is corona. Zit gewoon achterover, let af voor warm en zo, drink wat warm, Sani. Ja, pak een paar houtblokken, gooi het in het open haard. Daar zit achterover, ik ga u bezig houden en een beetje bijpraten over een paar dingen met betrekking tot Suriname. Weet u, en ja, dan zien we wel waar het schip strandt. Maar het is niet leuk wat er in... gebeurt met het klimaat, mensen. En dit krijg je wanneer mensen wetenschap, Isabi, wetenschap als vijand gaan zien, hè, Isabi. Sabiso toch? Wetenschapper, de man is Sabiso, maar ik hoop blijkbaar een lokvaarlijke tijd. Nou, kijk maar, we zijn in april, 6 april, mensen, 6 april. Ja? Eigenlijk moeten we ons voorbereiden voor gaan lissen, Isabi, om die tulpenbollen te zien bloeien en dat soort dingen. Weet u, omga keukenhof, omga naar Aladdin Prins, dat hij, maar ja, 6 april, mensen, kijk wat er gebeurt. Sneeuwbuien, koud, net alsof we in de winter zitten. De hele klimaat van de hele wereld is, aan het veranderen. Als ik u vertel dat wanneer je in het oosten komt, je noemt Skriggy, een tropisch land, wanneer je ziet dat mensen vesten dragen. Ja, het is tropisch toch, maar ja. Het wordt daar ook koud. Als het verandert waar het warm is, wordt het een beetje koud. En waar het koud is, begint het een beetje op te warmen. En dat naast aan is aan wetenschappers. Waarschuw mensheid. Maar je ziet wat politici doen, toch? Ja, die moeten daar regels op gaan gooien. Regels, wetgeving op gaan maken, zodat we nog van dit planeet kunnen genieten. Ja, kijk nou, je kan go. Wees goed passie nou. Het ontgaat veel mensen. Ik denk, Asanisi, heb sauno, omdat ja, we zijn met allerlei kleine dingetjes bezig. Maar of je goed, het is wel goed dat je wees goed passief gaat, maar op het moment auto dat bij perseverance mensen, we rijden om een meter. Is in Boskopo Gunu, ja, zo dat, jongen, kunnen we daar leven? Kunnen we daar een kolonie opzetten? Kunnen we dit doen? Kunnen we dat doen? Isabi, maar we moeten de mensheid gaan veranderen. En dat ik, ja, op de grond heb ik ook, dat we zo gaan naar planeet, dat we doen aan dat, zo gaan we weer verder naar andere planeten. Zo moet het niet gaan. Je moet behouden wat je hebt. Let op wat ik zeg, behouden wat je hebt. En je moet het koesteren. En dat is ook hetzelfde met Suriname. We moeten Suriname behouden. En we moeten het koesteren. Wanneer je ziet dat politici Suriname aan het vernietigen zijn, dan heb je de plicht als Surinaamse burger om Suriname te waarschuwen en te zeggen. Hey, Jereno, kakayesi, kakayesi, piri ai. Ja, gebruik je tonton, de lukusaipsa. Lukusaipsa, weet je, dat is jouw plicht. Iedereen heeft het, weet je mensen. Wij hebben het ten opzichte van Suriname. Een Marokkaan heeft het ten opzichte van Marokko, Turkije, Turkije. Een Turk over Turkije. Ga zomaar verder, iedereen heeft het. Om de plicht om te zeggen van, ja, maar kijk nou, ik wil, hoe heet het, mijn plek waar ik vandaan kom koesteren. En ik wil het behouden. En wanneer je ziet dat andere mensen daar ja, mee gaan spelen, omdat ze gewoon bezig zijn met lijfsbehoud, eigen lijfsbehoud, hè, mensen. Is op zijn eigen lijfsbehoud. Oh ja, hey, moet je luisteren, nou, ik kan kopiëren. Bouterse, Brunswijk. En nog andere mensen, Bova, Simons en noem maar op, de Nwanga straf, Gokoti straf, Isabi. Dus het is moeilijk, mensen, als wij onze mond houden en Unetak de Sandati. Even Sabi, K.
visie die kon, die verteer zei sabi. Als je niet sabi, stond die arki. Ja, stond die arki, dan probeer je haal wat eruit. Snap je? De mensen sabi, kon. De mensen no sabi, arki. Maar de mensen sabi, om kon, play one lokoni, dan een belazen, dan een bedonders, maar. Want het is beter dat je zegt dat je hem niet zou zijn, dat je hem vast aan het werk of van die, dat je hem niet zou. Dus mensen, dat gezegd hebbende, Isabi, we gaan over Suriname praten. Ja? Maar voordat ik ga, kijk nou, ik heb een paar appjes weer, Isabi. Kijk, if you think that you app me, dan no one do us aan die zitak, ja, Jere, meneer besteed aandacht eraan. Ik ben genoodzaakt om mijn lijnen uit te maken, zodat ik geen telefonisch contact kan krijgen met standvaste luisteraars. Wat ik zelf betreur, hoor, mensen. Maar ja, Isabi, if you know man, komt tot een overeenstemming. Dan ga je dit soort drastische maatregelen moeten treffen. Maar niet getreurd. Mijn app is mijn ogen en mijn oren buiten toe. En daarom ga ik ze lezen, mensen. Isabi, even kijken hoor. Iemand wenst de directeur nog eens een felicitaties met zijn jaardag. Even kijken hier. Hi meneer Singh. De PG gaat met pensioen. Kan hij nog aanblijven nog voor 5 jaar als PG? Totdat Chan goede geschikte nieuwe PG vindt. Ja. Het zou kunnen, ja. Want ik bedoel, kijk mevrouw van de Exilos. Daar is speciale wetgeving opgegooid. En losgegooid en dat soort dingen. En die mocht blijven bij OKB. Weet u, ondanks haar pensioengerechtigde leeftijd. Want kijk nou mensen, je moet niet vergeten met de PG. Die toestand waarin Suriname zich verkeert met betrekking tot de PG. Heeft nou VHP in een ABOP of heeft die overal apost die ziet dat, ja, hoe wat. Kijk, de ABOP moet een beetje volwassen gaan worden. Omdat, ja, mensen luisteren, kijk, ABOP is een beetje moeilijk. Het is niet een beetje, het is helemaal moeilijk met hun. Je kan doen dit aan die Isabi. Je moet volwassen gedrag gaan tonen. Je hebt nu regeermacht. Ja? Je moet laten zien. Je moet doen zij doet tussen 2010 en 2015. We kennen die verhalen bij vreemdelingendienst. Van de man die hebben vreselijk huis gehouden daar zo. We kennen dat woord toch, mensen? En dat Timmy tegen de uitdag, ja, racistisch is. En omitaki, ik herhaal wat er gezegd is. Maron geboefte. En omitaki. Me herhaal die saju vergiti. Weet je, en waarom? Op welk grondslag was dat gebaseerd? Ja, deze mensen hebben vreselijk huis gehouden op de vreemdelingenzaken. Tijdens hun regeerperiode samen met Boutersen. Tussen 2010 en 2015. Weet u, Chinezen kregen papieren helemaal in Hongkong. Al. En dan kwamen ze naar Amsterdam. Hadden ze Surinaamse papieren. Hoe dan? Isabi. En ja. Maar dat was geregeld, de dingen, vreemdelingendienst was in handen van de ABOP, samen met meneer Belfort. Weet u, daarom heb ik gezegd, kijk, Belfort is leuk en aardig hoor, maar hij heeft een hoop op zijn kerfstok, Isabi. Maar nogmaals, de PG, omdat de PG heeft één belangrijke taak, mensen, het staat in de wet geschreven, in de grondwet. Anno Santoki, anno Brunswijk, anno Nowamang, nee, ja. De PG vertegenwoordigt de Surinaamse staat in rechten. Damitak Nederlands, Samitaki, Samitaki. Isabi, if you begrijpt me, nee, Isabi. De PG vertegenwoordigt de Surinaamse staat in rechten. De Surinaamse staat. Dat want Taki. Look at die mooiwana. Saak bego voor. Inom denk je dat naar Bouta bego's doe je naar beklaagde bankje? Nee. Omdat de Surinaamse staat werd aangeklaagd. En wie vertegenwoordigt de Surinaamse staat? De PG. Hij doet dat. Dus naar Engels doe je naar beklaagde bankje. Hij heeft niks gedaan. Naar Boutang, naar Brunswijk, of vindt hij toch naar Mooiwana? Isabi toch mensen? Maar hij moet als beklaagde in het beklaagde bankje gaan zitten. Moest contact dus aan dat hij Isabi. Dafa. En daarom zeg ik tegen je, kijk, het is een hele bijzondere positie. Zo, nee, begrijp ik. We komen met die domme dingen. PG, bijna het pandé. Oh, nou een koeliman. Oh ja, dan nou een VHP'er. Ja, zo simpel denken we. Nou, en als die man VHP'er is, dan wat? Dat zang. Dat moet je ook afvragen, toch? Weet je, die man is een Surinamer. Die man woont in Suriname. Die man heeft stemrecht, ja. Maar mag ik stem, die zo maar niet.
If you vindt dat geen stem die abop, ga je gang. Maar dan denk ik, ja, maar een abopper na. Dus ja, wanneer hij domme dingen doet, moet je het noemen. Maar de PG is geen politieke functionaris. Hij heeft wel het stemrecht, want dat is een man. Hij mag zijn stem geven aan wie hij wil. Maar if you, ik kon aan een conclusie, dacht, ja, maar nou een koeliemang. En dus ja, per definitie gaat hij voor dingen stemmen. Hoe heet het? De VHP. Het zei zo. Ja, meneer Kirpelani, ook een koeliemang. Hij stemt ook voor de VHP. Ja, meneer Dilip Sarjo, meneer Chotelal. Nou, toe koeliemang, maar die man nooit stem die abop toch. Maar ze werken daarmee samen. Dilip Sarjo, ja, berichten doen de ronde dat hij Brunswijk een miljoen heeft gegeven. Meneer Chotelal heeft meer dan een miljoen aan goederen geleverd aan Brunswijk. Isabi toch, mensen? Dat zijn de berichten die je hoort. Maar ja, als je nou een stem gaat, man, ja, wie houdt je tegen? Je bent Surinamer, je mag je stem geven aan wie je wil. Snap je? Dus je moet dat buiten beschouwing laten. Die man is net als de rechter van de krijgsraad. Ja, een man is stemt op NDP, daarom hij tegenbouter ze en ja, daarom is ze rechter. Ja, wat voor nonsens is dat, mensen? Een rechter is een Surinamer. Een rechter moet naast zijn reguliere werkzaamheden ook ervoor zorgen dat wanneer ik naar huis ga, wanneer ik naar het ziekenhuis ga, mijn baas ook kan, mijn gezondheidszorg, wanneer ik kinderen heb die naar school gaan, die moeten goed opgeleid worden, onderwijs moet er zijn. Ja, ik moet de mogelijkheid hebben dat mijn man bij een auto, ik kan bij een auto, ik kan naar de supermarkt. Het is een Surinamer. En als je maar dacht, ja, maar mijn stemt op NDP, ik kies een andere partij. Dan moet je niet zeggen tegen die persoon, dat ja, maar ze is geen NDP'er. Nou, wij denken vreselijk simpel. Je noemt doet dat dat hij. Weet u, dus als u me vraagt dat ding van meneer Singh, de PG gaat met pensioen, kan hij nog aanblijven. Ik ga je eerlijk zeggen, je weet toch, de Surinamer staat al klaar. Amat Napukba in houding. Isabi, want dan moet John Poshu heeft tegen. If Santoki opono dat dag, ja, kijk, ik ga dat ding verlengen voor de PG. Sa ala sanamotaki, is ie? De PG is VHP. Terwijl je niet begrijpt wat voor functie die man heeft. Als je die, een andere man zet, als je meneer Belfort zou zetten daar, zou geen één, Frankrijk zou niet met Suriname samenwerken. Guyana zou niet samenwerken. Brazilië gaat niet samenwerken. Isabi, if Mika Nederland en Amerika. Die mannen gaan nooit met Belfort samenwerken. Ja, Belfort heeft tijdens zijn ministerschapsperiode van justitie, weet u, zijn er mensen vermoord onder zijn bewind als minister van justitie. Weet je, en dan kan je zeggen, ja, de paas schreef je, waar is het? Ja, dat je nou op een jubilee ziet, dat is jouw zaak. Maar ik zeg dingen niet zomaar. Want ja, dit is een rechtszaak die is geweest. Niet in Suriname. Fuiko Tegis, maar dacht, ja, PG is via Peders en Berengi Belfort. Nee, dit is een zaak die buiten Suriname heeft plaatsgevonden. Bij de OAS. Ik herhaal, mensen. Ik herhaal weer. Omdat zij de Suriname, vergeet die. De OAS heeft Suriname veroordeeld. Ja. En wie zat in het beklaagde bankje? Niet Belfort, maar de PG. Weet u. En dan, ja, waarover heb ik het? Nou, toet lief ook toch weer. Daar waar de politie onder het bewind van minister van Justitie en Politie destijds van de ABOP erop uittrekt om mensen gewoon te liquideren. De man ben ik arresteren of nee, de man kon, de man zoet ik hier gewoon. Dat de man gue. Dat is onderzocht door de OAS. Ja, en dat is er is een vonnis uitgekomen. Ga maar lezen, dan ga je de feiten en omstandigheden zien. Of zei je takje tak, ja, maar de man OAS, Ramdin zat daar, oh ja, is ook VHP. Is toch dom geklets, mensen. Dus weet wat je zegt, hè, Isabi. Even kijken hoor, goedenavond. Je zei Santoki, leugenaar en landverrader, zeg op paasdag dat wij samen Suriname zullen redden. Heb geduld, er zullen betere tijden komen. Die bisschop Karel Tjuni zegt ongeveer hetzelfde. Het volk hoort deze preken al 45 jaren. Blijf niet praten over geloof en God, want daar heb jij niets mee. Oké, dat kan. Als je dat vindt, weet u. Criminaliteit, beroevingen, inbraken, verkrachtingen, mishandelen en moorden zijn aan het toenemen, omdat de regering daar vrijwel niets aan doet.
Zelfs agenten en militairen doen er voorop aan mee. Tijdens regering Chan is dit erger gaan worden. En dan heeft Chan nog het lef om te praten over toeristen bevorderen. Ja. Mensen, kijk nou, hier heb je weer zo'n Surinamer die vergeet wat er gebeurd is. Weet u, ik ben hier voorzichtig mee hoor, Isabel. Want ja, jojere dag me vallen dingen aan, Abob. En dat is niet zo. Maar in Gigrani Pegrani Mugi, Isabel. Want kijk, als je zegt van ja, criminaliteit, beroevingen, inbraken, verkrachtingen, mishandelingen en moorden zijn aan het toenemen. Ja, ook bij politieagenten en militairen. Ja, dan ga ik mijn mond openmaken en zeggen: ja, maar dan, jongen. Wat had je verwacht? Wat had je verwacht? Je had moeten reageren toen Belfort en Brunswijk gingen zeggen dat de politie dit soort daden mogen doen. In januari nog. Hou me te goede mensen. Ja, dit jaar, 2021, weet ik niet. De minister van Justitie, meneer Amoxi, kwam in het parlement. Hij heeft gezegd, kijk nou, de politie voldoet niet aan de voorwaarden zoals wij hebben afgesproken met elkaar. Ze voldoen niet. Je hebt nooit gereageerd. Je hebt je mond gehouden. Tide, we reageer. Dacht, ja, maar dat ding neemt toe. Ja, weet je. Jij hebt geen recht meer van spreken. Ik ben bari, dacht hier. En oké, als de man is hier niet voldoet aan de vereisten, dan gaan criminaliteit, beroevingen, inbraken, verkrachtingen, mishandelingen toenemen. Ja toch? Want die mannen weten niet wat ze moeten doen. Het is er niet bijgebracht. Dus nu heeft je barrière reageert en je schuift dat schuld af op die meneer Santoki. Dan zeg ik ja, we moeten toch een beetje goed bij onszelf te raden gaan om te kijken of wij ook niet de schuld hebben dat dit soort dingen gebeuren. Isabi, hoe nou moet doen? Alsof we boter hebben op onze hoofd, hè, mensen. U zei zondag dat kan hij de advocaat van de massamoordenaar Bouters. Bouta nog bezwaar kan aantekenen op de twee excepties. Maar dat kan niet meer. De krijgsraad heeft ze verworpen en meer. Oké, lijkt me sterk dat ik dat gezegd heb. Kijk nou. Ik heb wat ik denk en meen te hebben gezegd. Want de, hoe heet het? De directie heeft dat ding nog niet opgelood. Ja? Dus ik kan het niet herbeluisteren of ik dat gezegd heb. Maar als u zegt van, u zei zondag, dat kan hij, de advocaat van moordenaar Bouterse, nog bezwaar kan aantekenen op de twee excepties. Ik ga blijven zeggen, ja, hij kan dat doen, maar niet bij de krijgsraad. In hoger beroep bij het Hof van Justitie, daar kan hij het weer aan zwengelen. En zeggen van, ja, moet je luisteren, ik heb dat ding aangebracht, maar ja, die mevrouw bij de krijgsraad heeft het verkeerd gezien. Ik ga het weer in hoger beroep aanvoeren. Ik vermoed dat ik dat gezegd heb. Maar ik heb niet gezegd, ja, dan ga je weer bij de krijgsraad, dan ga je aanklacht doen. Nee, als de krijgsraad al beslist heeft in een verweer en het helemaal heeft afgedaan, van ja, nee, goed, ik ga niet met je mee, ik verwerp jouw verweer op basis van die excepties die je gevoerd hebt. En ja, we gaan nu over tot het inhoudelijke. Ja. Dan kan jij daar niet in beroep gaan, weer bij de krijgsraad. Goed opletten wat ik zeg, bij de krijgsraad. Daar kan je niet in beroep gaan. Maar wanneer je hoger beroep gaat, dan mag je dat weer aanvoeren. Weet je mensen, devolutieleer noemen we dat, maar ik ga je daar niet mee vermoeien. Want dat is zo lastig, mensen. Isabel is juridisch gewauwel. Goedenavond meneer Sien. U zei zondag dat schoonmakers van ziekenhuis, daar heb je dat weer... van ziekenhuizen laag opgeleid zijn. Dat is niet waar. Het zijn specialisten weten van desinfecteren, micro-organismen en bacteriën en moeten kennis hebben van scheikunde en veel meer. Het zijn jarenlange opleidingen, dus niet denigreren en laagdunkend over hen praten. Als u er geen verstand van heeft, sorry. Ja, ik snap dit ding niet hoor. U zei zondag dat schoonmakers van ziekenhuizen laag opgeleid zijn. Dat is niet waar. Het zijn specialisten. Ze weten dingen over micro-organismen en bacteriën. Moeten kennis hebben van scheikunde. Meneer of mevrouw, laat me eerlijk wezen. Heeft Mibem Douasan dat hij dan
met scheikunde en al dat soort dingen. Dan moet ik ook gelijk schoonmaken hoor, de hel met dat ding. Isabi. Want ja, we kunnen dan dingen. Ik ben niet denigrerend en laagdunkend over hen hoor. Weet u net wat u zegt? En het zou kunnen hoor, wat u zegt, dat als u geen verstand van heeft, sorry. Ja, het kan dat ik geen verstand heb daarvan, maar moet je luisteren. Als u zegt tegen me, het zijn specialisten, weten van desinfecteren, micro-organismen en bacteriën en moeten kennis hebben van scheikunde en veel meer. Het zijn jarenlange opleidingen, ja. Als ik een jarenlange opleiding zo gevolgd heb, zou ik tegen je openlijk zeggen van ja, dan ga ik niet als schoonmaakster werken in een ziekenhuis. Want kijk nou, als u tegen me zegt van ja, het zijn specialisten, ze hebben jarenlang gewerkt. Dan hoe komt het dan dat het ziekenhuis waar men de niertransplantaties wil doen, ja, zo vies is? Want die gascore, dat jarenlang, hoe dan? Dan moeten we dat kunnen verklaren toch, Isabel. Dus, laten we dat laten voor wat het is, Isabel. We gaan er niet uitkomen. Even kijken hoor. Uit belangstelling wordt gevraagd wat u heeft gestudeerd en wat voor werk u doet. Soms zegt u dat u op een school werkt en soms bent u ondernemer. Wilt u iets verstellen? Het heeft niets te maken met... Nee, ik ben... Ja, kijk nou mensen, ik heb twee dingen. Weet u. En ja, als u dat echt wil weten... Ik heb rechten gestudeerd, ja. Bij een heel gerenommeerd universiteit in Leiden. Oké, okay? Je belangstelling is nu gekoesterd, maar daarnaast... heb ik ook een ondernemer, een onderneming, Isabi. Dus ik ben twee dingen, snap je? Dus ja, mensen, kappen met dat ding, hè. Heeft u wel eens geluisterd naar het programma van Paul en Liane? Ze hebben respect voor zichzelf en ook voor alle anderen. Ze mogen een voorbeeld voor u zijn, hoop ik. Groetjes, R. Ja, nee, goed. Ik zal een keertje luisteren, weet u. Goed, mensen, dat was een hele moeilijke ding. Goedenavond, meester Singh. PG Pandey heeft 12 jaar en 500.000 SRD geëist. Heeft hij een attestatie de Vita overleg? Sineen, dan mag hij toch niet verdedigd worden. En zo ja, dan ontvangt hij meer dan 100.000 SRD per maand nog steeds. Groetjes Roo. 12 jaar en 500.000 SRD. Nee, kijk nou, het is niet zo dat je dat moet zien op zijn salaris, hè, van meneer Hoefdraad, die 12 jaar en die 500.000 SRD geëist. Weet u, dat is zijn hele vermogen. Zijn hele vermogen is Eva Awang Otto. Eva Awang Wang Osso. Weet u, daar gaat het om. Maar als u zegt van ja, ontvangt hij 100.000 per SRD per maand nog steeds. Nee, kijk, maar Hoefdraad zijn salaris is stopgezet. Maar het gaat om zijn vermogen, mensen, totaal vermogen. En je moet niet vergeten, kijk nou, in Suriname maken we weer het fout, hè. Kijk, Minosabi of Isabdesan is in Panama Papers, dan hadden we dat, weet u. Panama Papers is, hoe heet het, daar zijn allerlei gegevens van Surinamers ook uitgelekt, hè. Oké, moet je luisteren, als je in Duitsland woont, wat ga je interesseren voor iemand als een Surinamer die amangstes some money op Zwitserse bankrekening aan de. Mensen, vergeet niet wat ik jou gezegd heb. Vergeet niet wat ik je de afgelopen dagen verteld heb over de Credit Suisse Bank, Isabel. Vele Surinamers hebben daar rekeningen lopen. En je ziet dat in je bank, ja, en we ook mee. Maar het is zo duur komen te staan. Want vele landen zijn onderzoeken gestart tegen deze dingen toch. Maar dat van meneer Hoefdraad. Zowel nationaal, alles wat hij bezit, kan in beslag worden genomen door de PG, als internationaal. Maar de internationaal, de PG heeft rechtsinstrumenten, noemen we dat. Ik ga actie gewoon, bijvoorbeeld Zwitserland, moet je luisteren. Er is een rechter hier die meneer Hoefdraad gevonnis heeft. Ik wil weten of hij een bankrekening heeft bij jullie. Ja, bankgeheim en dat soort dingen. Ja, oké, okay, goed. Dan ga ik via de Financial Action Task Force ga ik vragen om jou onder druk te zetten. En zo gaat de bank naast zijn bankgeheim gegevens moeten geven, mensen. Want dat is wereld op
wereldniveau hebben mensen afgesproken van kijk nou, we willen witwassen, zwart geld tegengaan. En dan ja, kom je een bank tegen die zegt ik wil niet meedoen. Dat kan niet, zo werkt het niet. Dus dat ding van dat geheim, bankgeheim van Zwitserse banken, is aan het tanende. Is aan het tanende. Het hangt wel van het dingen af. Hoe heet het, van die... Van het land die het vraagt. Kijk, als Amerika gaat vragen, dan gaat het sneller loskomen. Suriname, dat ook blijft zien zolang Isabi. Maar als Amerika, recht voor één, recht voor alle toch mensen, Isabi. En Amerika heeft gevraagd en heeft gekregen. En je sabi toch, Amerika heeft vreselijk veel banken in Europa. Allerlei boete opgelegd. En wanneer de wanneer, de babies paaien. Dus mensen, het betreft niet alleen nationaal inkomen van meneer Hoefdraad, maar ook internationaal vermogen wanneer hij dat heeft veiliggesteld op een buitenlandse bankrekening. Even kijken hoor. Meneer Singh, ik zat net te luisteren naar Radio Damsko met Samson. Hij had het over twee beste politici, te weten Belfort en B. Wilt u daarop reageren? Ja, nee, kijk, ik wil daarop reageren. Meneer Samson is een persoon, hij mag dat doen. Weet u, dat hij deze mensen de twee beste politici vinden. Maar ik reageer dan op dat ding van, moet je luisteren, kijk. Misschien is meneer Samson vergeten. Wat, en ik ga altijd feiten en omstandigheden niet minegotapmaoukou. Informatie. Nee, je moet in het parlement van Suriname gaan. En in het parlement van Suriname, tegen minister, een parlementslid, een president, ja, kon je naar het parlement dan man, een toespraak, een reden of een man confronteren. Kijk net als meneer Amoxie. Meneer Amoxie is gekomen en heeft gezegd, kijk nou, volk van Suriname, DNA is volk sowieso. De politie, ik ben minister van Justitie, ik heb geconstateerd. De politie voldoet niet aan de voorwaarden. Ik wil dat en dat en dat gaan doen met hun. Ik heb die hele opleiding stopgezet. Mag. Hij heeft het gezegd in het parlement. Het wordt genoteerd, het wordt opgenomen in de handelingen. Maar nu krijg je een probleem. Want dan gaan er twee mensen reageren. Meneer Belfort gaat reageren. Die is fel van leer getrokken. Nee, die mannen moeten gaan. Doorgaan, want ze hebben betaald, ze hebben dit gedaan, dat gedaan. Ze moeten toegelaten. Vandaag schreeuwen we ermee. Kijk, als meneer Samson vindt dat meneer Belfort goed heeft gepresteerd, ik zeg, kijk, het is zijn visie. Mijn visie is van nee, ik vind dat Belfort niet goed gepresteerd heeft. En daarna, ik bemoei niet met Belfort zijn eigen dingen, aan de wand dat hij wat hij doet. Nee, alleen op basis van zijn ministerschap beoordeel ik hem als persoon, is dat toch niet bij meteen, dan gaan meneer Pina samen door bij Taki. Gewoon. We hoeven het niet eens te zijn. Maar bagat even dat hij, ja. Goed, dan is dat door, is mijn kwaas aan, we drinken was aan, is dat ook maar. Maar iedereen mag dingen hebben over van alles en nog wat. Meneer Samson heeft recht op zijn eigen mening. Maar ik heb recht op mijn eigen mening. En mijn mening is niet gebaseerd op mijn mening, ja, zelf. Want mijn mening heeft geen toegevoegde waarde. Dat is voor mij. Ik kijk naar die feiten en die omstandigheden. De feiten van Toet Lifo, die zeggen me wat. De feiten dat meneer Misikaba in het parlement komt en zegt van voorzitter, Messi en berichten benader uno, takiere no. De man in Sanang, de gade straf, also dat de loes den boy, zei kuti strafo. Dat de dwing den boy, taki jomu go pleeg. Misdaden die UNO. Ja? En te de boy nu wanneer dat de mij mishandelt, de boy, die de mankeri. En dan wat ga je krijgen nu? Kijk, dat heeft Misikaba gezegd. En ik moet dat aannemen, omdat het in het parlement is gezegd. En dan wanneer het gebeurt tijdens een bepaalde regeerperiode, dan ga je de verantwoording naar die persoon toe schuiven. Snap je? Maar de NSB. Dan moet ik u eerlijk toegeven, ja. Tot nu toe is hij met een schoen blazoen, omdat waarom? Marinus B. is vreselijk slim, mensen. Hij is vreselijk slim. Hij is niet zo dom als Brunswijk. Want Marinus B. heeft nog nooit een post bekleed. Nooit. Hij is geen minister, dus je kan hem niet aanpakken. Hij is geen dingen.
geweest, voorzitter, vice-president. Je kan hem niet aanpakken. Isabi. Dus hij is vreselijk slim. Hey, Godou, Iwan Toronto. En of hij Godou. Want je hebt mensen die gaan reageren net als ik. Snap je? Op jouw prestatie die je voor je hebt. En Marinus B. heeft tot nu toe alleen maar als parlementslid gefunctioneerd. En nu zie je weer, hij is slim. Hij houdt zijn straatje schoon. Eigenlijk, Aman is daar scoro bang in het. Isabi. Hij kiet te gaan ondervinden. Omdat waarom? Iedereen gaat de pest krijgen aan Brunswijk. Ja. En dan gaat Brunswijk plaats moeten maken voor, op de duur voor meneer Marinus B. Want ja, mensen gaan hem inderdaad waarderen en respecteren. Maar hij is vreselijk slim. En hij brom in vinger eten. Te kijk, te safri, meeting en koite. Isabi. Kijk, dat ding van Belfort. Je ziet een rivaliteit. Je hebt twee mensen die gewezen minister van Justitie waren. Aan de ene kant had je meneer Santokki, die gewezen minister van Justitie was. En meneer Belfort, die ook een gewezen minister van Justitie was. En nu krijg je een weddenschap. Wie wordt als eerste president? Hij heeft verloren. Die andere heeft gewonnen. Ja, ik zeg, man, accept your loss. En laten we verder gaan. Maar je ziet dat het moeilijk wordt. Weet je, oké. Ik vraag me af of Samson wel eerlijk is tegenover zichzelf en de Surinaamse bevolking. Hier aan het ja. Maar Namsko TV, Ivan Bosse is toch een verlengstuk van Wouters. Dat weet ik niet hoor, Isabi. Weet u, maar dat meneer Samson moet een beetje zelfreflectie gaan doen, ja, weet u. Even kijken hoor. Hey, meneer Sink, dankjewel voor je antwoord op mijn vraag, PG. Groetjes Roy. Kan hij ook adviseren van Chan? Adviseren van Chan worden, graag antwoord. Ja, je mag iedereen vragen om te, hoe heet het, om adviseur te worden. Alleen als je als president bent en Migo Actie One Man dacht, hé, ik wil advies hebben van iets. Ja. En die persoon die weet niets, maar iemand met zoveel wetskennis, de PG, moet je nooit loslaten. Je moet hem vasthouden, weet je, mensen. Want ja, die weet vreselijk veel over wetgeving. En dat moet je hebben. En ik kan altijd adviseur worden, ja. Ik hoop niet dat hij het doet, hoor. Ik hoop dat Santokki gewoon hem laat als PG. En ja, om vraag om even nog aan te blijven. Want de PG, mensen, laat me dat ook vertellen, misschien weet je het niet. Een PG wordt benoemd voor het leven. Je kan hem nooit meer ontslaan, Theo Sani. Een rechter wordt ook benoemd voor het leven. Je kan een rechter nooit meer ontslaan. En ik weet, yo broeja, Sami Tegi, maar je kan dat niet doen, Isabi. Ik zeg je dat, Isabi. Meester Singh, de uitzending van zondag wordt vanavond geüpload. U mag de luisteraars alvast inlichten. Ze kunnen alle uitzendingen op YouTube terugvinden. Ja, dan zou ik zeggen, oké, dank u wel, directie van dingen. Maar ik wil, nee, laat me dat niet zeggen. Dat ga ik intern doen. Maar ik zou dan graag gaan kijken of ik inderdaad gezegd heb van, moet je luisteren, kijk, de excepties zijn verworpen en je kan, hij kan weer bij de krijgsraad in beroep gaan. Want het lijkt me sterk dat iemand die pretendeert een beetje te weten, niet veel hoor mensen, een klein beetje te weten over recht, gaat zeggen, dacht ja, wat rechter beslist over Hassani. Nee, go bakken naar zijn rechter, go klagen, dacht ja, maar ik wil bezwaar maken, dat kan toch niet mensen, ik ben alone. Je kan in hoger beroep tegen dat besluit, die vonnis die de krijgsraad, dan in hoger beroep, dat hoe net ook over verzet, zeg maar, kan je weer die excepties opwerpen. Weet u, dat kan altijd. Even kijken hoor, hier zo. Schoonmakers zijn gewoon laag opgeleid. Ze hebben alleen een emmer schoonmaakdouches en een beetje reinigingsmiddelen. Schrobben en trekken. Jongen, je weet je, hè? Ja, ik zeg u eerlijk, als ik scheikunde gestudeerd had, dat iemand dacht, je krijgt een emmer schoonmaakdoekjes en reinigingsmiddelen. Weet je, dan zou ik zeggen, nee hoor, dankjewel. Ik zit op een kantoor en ik ga mensen uitleggen hoe ze dat moeten doen. Maar ja,
Minister Singh, de minister van Defensie van Nederland is in Suriname. Heeft zij toevallig wat klappertjespistool of waterpistool voor het geweldige leger van Suriname meegenomen? De minister van Defensie. Houd dit aan, mensen, dat van de minister van Defensie. Ik ga, er wat over vertellen, ja? Hou het aan. Even kijken. Samson heeft de plank misgeslagen. Hij pinaat net als de rest, vandaar dat hij zo reageert. Ja, maar hij is econoom, hij mag niet pinaren. Dat ga ik altijd zeggen, je bent econoom. Jij mag niet pinaren. Waarom? Hoe? Jij had het moeten voorzien. Je had moeten voorzien wat er gaat gebeuren. Dan had je maatregelen, niet op nationaal niveau, maar voor jezelf, je huis, jouw adres waar je woont. Hé, look nou, Asansa Messi, die ziet dat hij dat opstaat. Dus ik ga dit doen, ik ga dat doen, maar hij heeft het nagelaten. Dus als je zegt, hey, Binaar, ja, hij is verbitterd omdat hij geen post heeft gekregen bij Chan en bij Volksgezondheid. Ja, mensen, dan mag hij dit niet doen hoor, Isabi. Ik weet dat er inderdaad hij een post ambieert, weet u. Maar daarom heeft hij de aanval geopend op die meneer, hoe heet hij? Ramdin. En ik zeg u eerlijk, een van de beste ministers van Santokki tot op heden is een van ze. Weet je, er zijn er veel meer natuurlijk. Maar die Ramdin, voor een jonge vent, doet hij het bijzonder goed. Weet u, ik heb daar echt diepe respect voor. Waarom? Waarom zeg ik dat? Kijk, die jongen is in het diepe gegooid. Hij is in het diepe gegooid. Er bestaat nergens ter wereld, Ramadin, ja, sorry, ja, nergens ter wereld is er een minister van Volksgezondheid die weet, heeft van COVID. Niemand weet het. Maar je moet wat komen zeggen over COVID. Maar je weet niet wat COVID is. Dus als ik zie hoe hij daar zo dan te werk gaat. Kijk naar die minister van Volksgezondheid hier. De jongen. Isabi. Je weet het ook niet. Maar kijk in Duitsland. Ze weten het niet. Kijk in Brazilië. Wat er gebeurt. Meer dan 100.000 doden gevallen. Die mensen weten het ook niet. En je behoort het ook niet te weten. Omdat het splinternieuw is. Maar als je die man gaat aanvallen. Omdat niemand het weet. Ja, dan zeg ik, je bent echt op persoonlijke rancune uit. Ja, Isabi. Maar mensen, dat ben ik, hè, Isabi. Het hoeft niet zo te zijn. Weet u. Maar, laten we eerlijk wezen, mensen. Laten we die dingen achter ons zetten voor schoonmaakster. Ja, wat koop je ervoor, Isabi? Kijk, voor mij is het een heel bekend beeld dat de jongeman doet het perfect, chapeau. Maar hij is een coolie. En dat steek, oké. Okay. Goed, ja. Het moet niet steken omdat hij een coolie is, Isabi. Ik vind het zo mooi, hè, dat we hier gewoon zo vrij met elkaar kunnen praten, Isabi. Ja. Alles wat een coolie doet, steek. En ja, dan gaan we weer de etnische toer aan. Ja. En alles wat Bouterse doet, steek niet. En het mag en kan en doet dingen. Ja, prima. Weet je. Ik heb jullie ook uitgelegd. Kijk, je begreep het niet en je ziet het niet. Hè. Kijk wat voor pijn de NDP leidt. Kijk wat voor pijn. En wat bedoel ik? Ja, je moet goed kijken, Tide. Het is een kleine, schrale troost voor alle Surinamers. Maar vooral voor de slachtoffers van de decembermoorden. Ja. Ik heb wel moeite met de slachtoffers van Mooiwana, omdat Brunswijk daartussen zit. Dus er gaat geen onderzoek komen. En die Tukayanas, ja, die zijn vreselijk dom en misbruikt geworden door Bouterse, Isabi. Maar ja, mensen, kijk. Ja, fijn takasan die jongen, Isabi. Het is geen leedvermaak, hè, wat ik ga zeggen. Maar ik vind het goed om te zien van Bouta e wakago na rechtbank. Abif go, wananu wani abif go. Alle grote woorden ten spijt. En dat is mooi. Laat de Surinaamse bevolking zien. Jereno, ik ben de ogriman toch? Ja? If ja, ogriman zei wakago na rechter. En dan zeg ik van, ja, kijk mensen.
Je kan zeggen wat je wil. Het is niks dingen te maken. Het heeft met niks te maken. Er zijn twee mensen. Je hebt Santokki als president en je hebt Brunswijk als vicepresident. En je hebt Bouterse. Die one and a one abif wakago. En ik vind het leuk om te kijken. En ik zeg tegen Surinamers die een beetje verstand hebben van zaken. Kijk maar, kijk. Het gaat. Hey, go. Kleine, kleine beetjes, maar hey, go. Isabi. Want ja, zei de anoplei ogeriman dat tak, jongen. Sumo chamiga sani. Isabi, bij je moe van z'n naam habita. Dat te de man veroordelen, maar sumo goede king. Ja. Inom denk je zofara. Tak nou. Zei de meka mee go, jongen. Meka man, dat voorzit ook. Mene go. Mene go, zelf zei de. Ja, hier ik het gewoon go dan lauw. Weet je. Nee, maar je ziet, hey, go. Wat heeft hij ineens respect? Nee. Hij weet wat hem te wachten staat. En mensen, ik ga terug. Ik ga echt beginnen nu met mijn items, met die apps. Maar mensen, ik ga zeggen, eerlijk zeggen, ga niet zitten muggen siften, Isabi, over kleine, kleine dingetjes. Nee, lasting. Snap u? Laten we praten over dingen. Het is belangrijk hoor, die apps. Maar goed, daar kiept u zo over. Tratrasani toe, ook toe, weet je. Ik vind die apps geweldig leuk, maar als je gaat Harry Trousseau naar een poesoe over schoonmaakster hebben diploma's, als ik een diploma heb en mijn werk als schoonmaker, ik zou gefrustreerd raken hoor, mensen. Isabi. En nogmaals, dat van mij, ik heb niks te verbergen. Alleen ja, ik vraag jou niet om je privé. En dan laten we fatsoenlijk blijven en dan zeggen van moet je luisteren, kijk. Ik respecteer iedereen. Ik ga je niet vragen, dat hé jongen, of ben ik chiai, itro, ja, of je praat je of sapeetang, Isabi. Ik ga dat niet doen. Dat privé moet je buiten beschouwing laten. Ik heb niks te verbergen, Isabi. Kijk, waarom ik zeg van, lukono, mine skugrani, mine duwazandati, tak mi ga skoro, mi duengi mi. Mi tek mi tengo, Isabi. Jij moet dat ook gaan doen. Maar je hoeft er niet mee te komen opscheppen. Hé, mi ga skoro, mi leer mi sabi. Nee, dat hoeft niet. Ik wil dat jij mij niet kent. Ik wil dat je mijn programma kent. En wat er in mijn programma wordt gezegd. Dat wil ik dat je moet kennen, Isabi. Kijk wat er in de DNA gebeurt. Dat moet je weten. Wij kennen die parlementsleden. We kennen ze. Maar we weten niet wat ze gezegd hebben. Omdat toen nam ik hoe druk daarover. En dat is dat fout. Je moet... Die parlementsleden moet je kennen wel, Isabi. Maar je moet weten wat ze gezegd hebben. En waar vind je dat? In die handelingen. Maar ja, hé. Minego, dikke ergo suko. Nou. Want in mijn takkie. Je zijn visie. En het interesseert je niet wat ze zeggen. Want je loeko naar visie. Tak, hé. Nou, en die PR takkie. Dus ja, asaboom. Wie zijn nou boom? We, aboom. Kijk naar dat ding van die verkeerstoelagen. Kijk naar dat ding van die vervoerstoelagen. Met dat verkeerstoelagen. Vervoerstoelagen, mensen. Kijk naar dat ding van die vervoerstoelagen. Wij hebben gezien, de man tak hier en ook, kijk, ik ga herhalen, mensen, Isabi. En ik wil dat je boos wordt dat ik herhaal. De man kon, de man tak, ja, we gaan de minister 15.000 extra geven. Allemaal in paniek, tak, jong, minister ook kies 15.000 extra. Ja. Omdat ilukuna visie, VHP contact, ja, jongen, de VHP'ers, kon de praat money bakken isi. De mijn ja money, dat we pin apoti volk en pina, ja. Maar san zijn no si, iluku visie, ino si, ino bewan si, is tak hier no, man kon dat maar leg je uit, hier. Ja, wan man, tijdens bouta regime, bouta teken, wan overeenkomst dan, hè. Dat, amana wan politieke vriend, amana jur otogi unu. Een auto kost 85.000 alamon. Mino wan paya 85.000 dat hij. Isab samo do. Mo aksa minister tak hier gebruik je wagi luku megi 15.000 SRD. Alamon. Dus dan is paar 70.000. Na 70.000 mi kan bij je baas ook kaart. Mi kan gie kinderbijslag. Want aan wan sani minister dit toch. Je hebt een hoop ministers. Ja, man, lo directeur zei Jura Wagi, hoe de verplicht voor Jura Wagi na man. Maar man, dat pas aan dat. No, je loeko aan man visie. Ja. En dat je nog ziet niks moro samsa. Je nog aan ziet. Alles tapugi, a blaka, a blank, helemaal. Alles is uit, het is donker.
Mijn man jaren niks. Dat zou je lastig. Ja. Want als iemand spaar, tap elk minister. Alleen voor de, met de vervoerstoelage. Ja. 70.000 SRD. Als je 10 minister, na 700.000. Ja. Eviteer de directeur zang. Kies een auto ook te voeren. Gralanti. Tering op deze. Het gaat om miljoenen per maand. En dan maal 12, dat is om een miljoen. Dat wilde men besparen. Maar in Ossing, in Obemansing, in Obemansing. Omdat eigenlijk, we zitten vol met allerlei vooroordelen, Isabi. Anderen zijn teleurgesteld, allerlei dingen. En dat ja, wanneer men goede dingen wil doen, dan aan je kom over, Isabi. Even kijken hoor. Hieruit blijkt dat ook Bouterse respect zal moeten hebben voor de rechters. Ja, mooi zo. Mooi gezegd, ja. Respect moeten hebben voor rechters, weet je. Dat is hem. En dat zeg ik, dat moeten mensen, gaan zien, Isabi. Dat heb je gedaan om een beter toekomst te hebben. En dat heb je niet, dat, en dat je niet je hand moet ophalen. Biggie, doe je. In de kerk, Surinamers hebben een bedelmentaliteit. Even kijken hoor. Hi meneer, zing. Pet af voor jou. Ik leer hier veel van jou. Groetjes Roy. Oké, ik hoop van jou Roy. Is er nou een appje mee? Dus, ja. En daar moet het om gaan, hè, dat we van elkaar leren. Even kijken. Goedenavond, ik heb u zondag niet beluisterd. Maar ik heb mij geërgerd aan die Pagua in Suriname. Alleen maar Creolen zag ik. Hebben ze geen hersen? Zo, een COVID. Ja. Ik heb niet gekeken voor mensen, want ja, ik irriteer me daar mateloos aan dat mensen feest gaan vieren, Isabel. Want ja, voor mij, het verdient geen. Ik ga niet zeggen schoonheidsprijs. Je bent mijn respect helemaal kwijt. Of je nou in de stand bent, pandiet of wat dan ook, Isabel. Ik weet dat iemand in Dordrecht luistert. Een meneer, een mevrouw, een meneer. Is een nieuwe luisteraar hoor, want hij heeft het pas ontdekt. En een man dat sabi, hoe bepaalde Hindustanen denken over pandits, Nagadisanda en Pagua. Isabi, jongen, je moet goed gek zijn in je hoofd. Taki gotek risico. Of inoan libi langa moro. Dan kan, Isabi, taki, oh jongen, COVID, dit is meneer Spang. Ik heb een mooi leven gehad, goed, laat maar komen en dan ben ik weg. Dus ik hou nergens rekening mee. Dat kan, maar neem tafara voor uno, want wij willen nog het een en ander doen. Isabi, ik zeg over dat ding van ondernemerschap. Hè. Ik wil nog een paar dingen doen, ja. Ik wil nog een hoop dingen doen, als het me gegeven is. Dus mensen, dat ding van Pagua, het hoort niet mensen. Het is afkeurenswaardig dat mensen dit doen. Of je nou Hindustan, Javaan of Chinees bent. Je moet het niet doen, Isabi. Surinamers zijn vrijpostig om je privé te weten. Mensen, ik ken deze apper. Als ze zegt van Surinamers zijn vrijpostig om je privé te weten. Met Ruud Antiri. Het gaat niemand wat aan. Het gaat om je programma. Inhoudelijk. Oké. Ik lever geen commentaar hier zo op. Weet je, ik trek me terug. Want dingen, mensen, kappen erbij. Even, ik ga met dat ding beginnen. Kijk nou. Wat is de talk of the town vandaag? Weet u? Wat is de talk of the town? Kijk. Als je de berichten volgt, dan hoor je dat ja, de NDP verklaard heeft dat ze binnen 2 jaar weer aan de macht komen. Ja. Volgens mij had ik het ook een aantal maanden teruggezet. Zeg, omdat, je weet toch, ze hadden een online meeting gehouden. Maar ik had overal gevraagd om te kijken. Hé, jongen, hebben jullie dat ding? Want kijk, de NDP heeft daar een hoop dingen gezegd hoor, mensen. Vreselijk veel zaken. Maar wat krijg je? Kijk, ze hebben het niet online gezet. Alle programma's van de NDP komen online. Behalve die. En daar had Bouterse. Ik kan jou dat verzekeren. Ik durf mijn naam op het spel te zetten. Dat ik dan, als ik dat programma kijk, terug kan krijgen van iemand, van Bouterse, die online meeting had
Ja, net als bij Ozeer, toch? Maar het was online. Als ik dat kon krijgen, kan ik jou laten zien. Bouterse heeft daar mannen terug al gezegd. Hoe doe rustig, hoe wacht, hoe griptjes het eten. Hoe gaat het 2 jaar eten? Dat mag dat dat ook kon. Isabi? Ja. Mi borige tak jong, mi hoop tak chan boke te van podium dat betak. Komen pe. Kondusang, pe ook komen. Isabi, zijn niet Bouterse toch mensen? Komen pe, kondusang, pe komen. Kondusang, weet u. Zijn jullie het vergeten? Ik hoop het niet, weet u. Maar, focus, serieus. Mensen, kijk nou. Als de NDP de bevolking nu al begint voor te bereiden, zeg ja, heren nou, over 2 jaar komen we aan de macht. Over 2 jaar komen we weer aan de macht. Want ja, we gaan het land lam leggen en er gaan er verkiezingen moeten worden gehouden. En ja, dat weet we niet. En hij heeft gelijk. Hij gaat zeker terugkomen, mensen. Is het iets nieuws? Ja, ik weet niet van mensen. Ik weet het niet. Isabi, ik weet het niet. Voor mij is het niet iets nieuws. Het is niet iets nieuws. Omdat, ja, wie de geschiedenis kent van Suriname, weet één ding. Wie de geschiedenis kent van Suriname, weet één ding. De man is bij komen toepadraai. Als je gaat tellen hoe vaak zij geweest zijn en hoe vaak ze er niets van gebakken hebben, Isabi, en anderen moesten komen om na de postmilitaire periode, is dat post toch mensen, post, Isabi, ja, pre en post toch, Isabi, voor en na, maar dit is na periode, militaire periode, om alles te komen herstellen weer wat ze hebben vernietigd. En dat je de man kiest je zo money. Isabi, programma is aan mij toch. Voor sorry, kijk. Meneer Abrahams wordt als minister benoemd. En hij ziet dat ja, er valt 300 miljoen te besteden op mijn afdeling. En dat geld ligt daar. Die jongen met nakimpanya. En een nakimpanya toch. Een nakimpanya. Maar hij weet niet met geld om te gaan. Dus naar Lix Santokino, naar Brunswijk. En dat hele ministerteam, vooral met dat ding van IMF, ja, dan ga je dat ding krijgen dat je Jere Bouterse neespan. Omdat, ja, wie krijgt de klappen nu? Santokito. Alas er namang et taki taki, ja, maar Santokito bij kong, bij Taigun, tak ook zitten in die, en ja, next nego, Isabi, ja. Maar je kan een Suriname niet uitleggen. Dag heren, dit zijn de naweeën van het beleid. En als je verwacht dat je een regering kon doen, binnen een aantal maanden, dat alles ook geboomd, want we hebben jou gekozen, we hebben Bouterse weggestemd. Ja, dan moet je bij jezelf te raden gaan. Dag heren, wie en wat is dat probleem hier? Wie is dat probleem en wat is dat probleem? Wie is dat probleem, mensen? De Surinamer zelf, die daar woonachtig is. En wat is dat probleem? En hij ziet dat niet. En hij ziet dat na één na probleem. Hij ziet het niet. Isabi, want look nou. Bouterse weet dat de Surinamer is dat probleem. En de Surinamer. Nee, ziet dat de Surinamer dat probleem is. Dus ja, ik van mijn brein aan mijn dofu. Aan mijn man gebruikt in tonton. Ja, daar ga ik er toch goed gebruik van maken. Dan ben ik sorry dat ik mee kom bakken. Na 2 jaren. Ja, toch? Dus ik zeg van, kijk, focus je daarop nu even. Dat is iets belangrijker dan mijn privé. Dat is dat ik je actie mag, mijn vrouw naar op ching. Dat is dat die maar mensen. Laten we gentlemen zijn. Isabi, ik kon door de zandertje. Als ik ervoor kies om, hoe heet het, niet de publiciteit op te zoeken naar de zandertje, dan moet je daar respect voor hebben, Isabi. Laten we het later, dat ding, want ja, ik ga niet alle F's lezen over dat. Kiratori dat hij. Focus. Dus binnen 2 jaar komen ze terug, ja. Laat me jou een beetje vertellen, ja. De man is komen toch? Ben je komen? De man komen in 1980. De man tante is 87. Zij denk ik zo, in 87. Ja, want dan was de babief gue. De ben abief gue mensen. Weet je.
verkiezingen werden uitgeschreven. We kregen een binnenlandse oorlog, de Mantaki. Ik zeg altijd, er is geen ene binnenlandse oorlog geweest in Suriname. Er is een drugsoorlog gevoerd in Suriname. Drugs, daar ging het om. De doden van Mojwana had niets te maken met een binnenlandse oorlog. Ik heb altijd tegen mensen gezegd, de man van die keri, nobe atrobi nanga maron. De nobe atrobi nanga ding. No one Nigerian tak ewe gwena marowena de wego kier de maron. Nee. Ja. De maf koroni no babi saramaka komo wena de no babi trobi na maron. Ja. Omgekeerd maron, zelf no babi trobi na no man. Er waren twee mannen, Brunswijk en Boutersen, befitting die drugs. Ja. En ja, dat kugre fai epanya, ekirisma. Ja. En dan ja, de maf mooi wana, las libi, maar. Naast de maf mooi wana. Je noemt me grap. Maar lotras maar dit toe in een drugsoorlog die ze er is aan vinden plaats tussen Brunswijk en Boutersen. Is dat toch mensen? Ja. Dus in 1987, noodgedwongen. Boutersen op een mancha kondre. 7 jaar, een man voor die tigste naam. Wat kreeg je? Er werden verkiezingen uitgeschreven. En ja. Je sabi toch, if 7 jaar je wama regeerde, je pina zeido, je ook je wantra wakanso. Meneer Ramse Wakshankar kwam er. VHP'er, voor het eerst in de geschiedenis weer van de VHP en Suriname, wordt een Hindoestaanse man minister-president van Suriname. Ja, mensen, dat is aan Ejuku, het steek. Isabi, dat we niet lukken moro naar de daden, we lukken naar afvissie. Inhoud, daar kijken we niet naar. Meneer Ramse Wakshankar is president geworden van Suriname. Ja. Wat gaan we daarmee doen? Wat gaan we doen, mensen? Ja. Dus ja, hij moest weg. Dus hij zat er van, ik meen 88, gomite 90. En 90, ja, kreeg je een coup. Weer een staatsgreep gepleegd door meneer Granhoes. Ja. Oké, okay, dan van 90, gomite 91, hadden we meneer Kraag onder militaire leiding naar de Sanati. En ja, dan kreeg je voor de tweede keer, dus we hadden 80, 87, 1, dan kreeg je Sankar, die gaat herstellen. En dan krijg je 90 met dat rommel van Granhoes en 91 samen met Kraag. Krijg je weer de vernietiging. En in 91, gomit 96, krijg je weer een herstelperiode door Venetiaan. Weer door Venetiaan. En ja, nu ga je een probleem krijgen, mensen. Want ja, dan moet er weer vernietigd worden, toch? Dus wanneer vindt de vernietiging weer plaats? Voor de derde keer, ja, is in 1996 kom je Tudusung. Want dan krijg je meneer Weidenbos, die komt aanzetten. Ja, dan naftij je toch, Isabi. Dat je zo'n puinhoop, dat liep je achter tot 2000. Nou, dan krijg je weer een herstelperiode. 2000, kom je 2010, Venetiaan. En wat krijg je? Dan krijg je weer de vernietigingsperiode, toch? Van 2010 kom je 20. Boutersen komt als president en ja, hij vernietigt de boel. En nu krijg je een herstelperiode. Men gaat proberen te herstellen. 2021, 20. Ja, hopelijk comité 25. Maar als Boutersen zegt en ze aanhangt, dacht nou, hoe nee, doe was aan die binnen 2 jaar nemen we de macht over. We leggen dat land lam en we doen dit, we doen dat, we doen zus en zo. En dan, ja, hoe heet het? Dan nemen we alles weer over. En jullie bekijken het maar. Dan komen we weer. Dus ja, dan krijg je dat herhaling weer van dat periode van meneer Ramse Wakshankar. En ik kan jou één ding zeggen. Hé, brada, hierin. Meneer Goro komt mee aan het vermoorden of het mishandelen of wat van het Surinaamse bevolking. Net als meneer Ramse Wakshankar. Brada, Iwani, alsjeblieft. Alsjeblieft. Go do. Is het je geluk? Nee, toch? Nou, ik ga je één ding zeggen. Santoki, kennende,
voor dat kleine beetje wat ik gelezen heb over hem. Hij gaat hetzelfde doen als Shankar. Hier en Obrera. Je hoeft het land niet lam te leggen. Je hoeft het land niet lam te leggen, hoor. Inaf kan er nog een kerker. Volk, wil je het hebben? Alsjeblieft, ik draag het voor je terug. Goed doe. En ja, ga maar vernielen. Misabitak bakateng, yo kom baka. Yo have to come. Isabi. Dus het probleem zit bij de Surinaamse bevolking. If you nee see, tak na yuna probleem. Ja? En twee vragen toch. Wat is het probleem en wie vormt dat probleem? Ja? Wat is dat probleem? Dat probleem is de Surinamer. En wie vormt dat probleem? De Surinamer zelf. En Finesse Assemblee zei, dat hier en ook kijk. Unom gosodoro, omdraai anu parboto, trafasi. Omdraai anu parboto, trafasi. Maar ja, als je dat niet wil, wie zijn wij om jou te kunnen zeggen, dat ja, in opdoing, weet je. En weet je wat er gebeurt, mensen? De geschiedenis van Suriname, wordt door dezezelfde NDP'ers vervals en doorgegeven als waarheid aan de Surinaamse bevolking. Dus dat is mijn briebie, toch? Weet je? En ik zeg, kijk, dat is een hele kwalijke zaak, hoor. Is een hele kwalijke zaak. Ik wil u, even kijken, hoor, naar iemand meenemen. En dan ga ik een klein beetje een historisch overzicht geven van, hoe heet het, mensen? Wat ik denk dat dat ding is, hè? Weet u? Maar ik blijf u zeggen, kijk, je moet goed opletten wat deze meneer gaat zeggen. Dit is dan de geschiedenis zoals Surinamers het willen vertellen. Ja, ik heb u gezegd, we gaan op naar de vijfde keer vernietiging van de Suriname. En ja, dat TK TV of radio, die kombari tak we dede, we pinalik dagunang de sandati. Ja, jij bent dat probleem. Ja, jij bent dat probleem. En if you know what's that, Sandati, ja. Uno man yepi, want jungo yep, you srefi. Isabi. Dus wij zeggen één ding. Wat is dat probleem? De Surinamer. En wie vormt dat probleem? De Surinamer zelf. Dus ja, if you sabe this, Sandati, dan kan je aan dat probleem gaan werken. Kijk nou, dan zei je doe. If a man begin make een plan, batak, ja, maar kijk nou, Surinamers. We kunnen ze zo manipuleren. We doen het al 45 jaar. We doen het al 45 jaar. En ze trappen er telkens in. En dat kleine groepje die het wel inziet en die het niet wil doen. Ja, de hel met hun. De hel met hun. Want ja, het overige gedeelte. Ja, die staan achter ons. En de mij trappen erin weer. En ja, laat maar doen. Kom maar, mensen. Isabi. Dus mensen, kijk. Ik ga u meenemen naar iemand van de NDP. Die gaat vertellen en dan ga je horen hoe hij de geschiedenis vervalst. Kijk, je moet één ding weten. Lukuno, teruggaan. Kijk, Santokhi is gekomen, Tik Abrafu Bouterse, die 10 jaar lang dat land heeft vernietigd en geld heeft verkwist. En je moet gaan opbouwen weer. Ja, herstel. Voor Santokhi had je Venetiaan. Ja, nee, Bouterse. En voor Bouterse had je Venetiaan. Venetiaan was bezig om te herstellen wat Weidenbosch heeft vernietigd samen met Bouterse. Is dat niet toch, mensen? En dan krijg je dat ding weer, oké. Voor die periode van Weidenbosch, ja, had je Venetiaan weer. Dus voor Weidenbosch had je Venetiaan. Maar wat deed Venetiaan? Die was bezig om die troep op te ruimen weer. Even goed kijken hoor, Samentaki, want ja. Even kijken hoor, mensen. 91. Tot 91 gaat die zogenaamde, die telefoonkoop toch, mensen, van Graanoos. De man bij vernietigd, Hassani. Sang Shankar bij bouw op. Dus Ramsewak Shankar, hè. 88 gomit 90 abede. En dan, ja, 1990 gomit 91. Dan ook is dat telefoonkoop voor Graanoos. Ja. Wie is dan
die rommel van graanhoes gaan doen. Finits aan. Deekjes Weidenbos. Ja, finits aan. Kom maar gaan. Ja, deekjes Boutersen. En nou, Santoké komt ik over, omdat die mensen oud worden. En ja, als je ouder bent, dan moet je dat stokje overdragen. Toch. Maar kijk nou, nu zie je een probleem in Suriname, want je hebt jonge mensen. Altijd weer dacht, ja, maar Suriname, Surinaamse politiek moet gaan voor jou. Hou je hart vast. Hou je hart vast, doe het niet. Want je gaat vreselijk raar op je neus vallen. Isabi, bigis ma botei, utah, yo nakwan tobomofo. Yo nakwan tobomofo, Isabi. Je gaat bakkeratak, je gaat vreselijk op je bek vallen. Want als je kijkt naar die jongeren, Misikaba, anoma oerpato. Alice Amafu, anoma oerpato. Weet je, Belfort is niet oud. Ja toch? Weet je, mensen als Naden, Mabo, Afonso, lastige mensen, daar moet je geen tijd aan besteden en moeite. Dus ik vraag me af wat ze in het parlement deden en wat ze bereikt hebben. Totaal niets. Ja. Maar goed, mensen als Bova, Anoa, Oro, Kilto. Maar Luko van de Man Fufuru. Luko van de Fufuru, ik dacht, ja, Pei, was ze erbij? Ja, niet alleen ik. De persoon die mij vraagt, was ze erbij? Die was er ook bij. Alleen één. Nouango lezi go luku. Waar ik het over heb. Ze willen dat niet doen. De luka visi. En daarom kijk nou mensen. Ik kan begrijpen dat mensen zeggen van, ja, maar ik moet een foto. Weet je, stukje bij beetje gaan mensen dat soort dingen doen. Maar ik zeg je eerlijk, ik ben daar pertinent in hoor. Isabi. Op een gegeven moment, ja. Dan houdt het voor mij ook op. Maar los daarvan mensen, kijk nou. Dus, geschiedenisvervalsing. Meneer, deze meneer gaat beginnen te zeggen, kijk, vanaf 1992 is de vernietiging ingezet. Is niet waar. Is niet waar. Hij moet weten dat in 1992 er een militaire periode vooraf was geweest, van 90 tot 91. Dat was die rommel die graanoogst heeft veroorzaakt. Weet je toch, mensen? Om Shankar weg te halen. En in 92 kreeg je een herstelperiode. En wat kreeg je? Je ziet wat er gebeurt toch? Zodra de militairen komen. Je weet toch mensen, kijk. Daar waar militairen komen. Het wordt nooit wat. Nergens in de wereld heeft het tot een vooruitgang geleid. Look hoe. Samsa naar Duitsland. Amorobiek. Sani. Zou je onthouden allemaal. Hè? Tweede Wereldoorlog. Militairen kwamen toch. Hitler zat in het leger. Ja. Kijk wat voor schade die man heeft geleverd aan de hele wereld. Tilikie in Egypte. De man befitti. Alla kondre ben doe mee. Ja. Maar goed. Dus. Daar waar militairen zijn. Het gaat nooit wat worden. Het is niets. Het was niets. En het zal nooit wat worden ook. Omdat ja. En je kan geen wetgeving uit een geweerloop halen. Een man poer kon niet, omdat hij weer een uniform naar een gong. Dat je compleet kon man. Je kon niet. Want als je bij kon niet, nooit bij doet dat hij. Je bij doet staatsgreep. We gaan luisteren, mensen. We gaan luisteren naar deze meneer. Hij gaat het hebben over de vernietiging die heeft plaatsgevonden in 92. We gaan naar hem luisteren wat hij te zeggen heeft. Dank u wel. Lid Adin, u heeft een minuut. Dank u wel, voorzitter. We zijn gewend dat dit lid meer propaganda voert dan feiten. Maar een minuut. De ontwrichting van de economie 1992 gaat u niet kunnen weghalen. Als we vandaag zitten met de valutawet hier, is omdat u die ontwrichting heeft gedaan in 1992. Er zijn drie dingen gebeurd. U heeft de devise monopolie van de centrale bank weggehaald, want u heeft alle dollar laten importeren, was geen vergunning meer nodig. Ja, en dan heeft u ook nog gezegd, u kunt rekeningen open op allerlei banken, allerlei valutarekeningen, waardoor er valutavlucht ontstaan is. En u heeft die controle van de centrale bank ook weggehaald, ja, want u heeft Cambio's de toegang gegeven. Nou, daar begint die ontwrichting. Daar is die Heel mooi, hè, gezegd. Die is nou een jong boy, Sangha, TU Delft. En hij gaat praten over 1992, weet je. En kijk, de Surinamer die dit niet weet, die gaat het niet begrijpen, mensen. Aan uw begrijping. Want ja, daar begint die ontwrichting. 92, ja.
Maar die ontwrichting is omdat er een militair dictatuur daarvoor was. En dan ben je maar moro, dan is dacht, oké, jere. Bij guerra, Isabé, jullie bekijken het maar. Nou, like 2010, Isabé, 2020. Je noemt denk ik dat ik bouter zo lauw, jere, dat ik de mij laat verkiezen aan de Sanso. Maar de man, Isabé, dacht, hé, jere, no, efoutang, wofaya, wofaya. Isabé, want daar omkorre maar rommel op, sa unu, creëer. Weet u, mensen. Dus, als hij dit zegt en mensen gaan het geloven, dan heb je een vreselijk probleem voor mensen. Isabel, maar die is nou jong jongens, maar en daarom ga je zeggen van, moet je luisteren, kijk nou. Wat moet je hiermee, mensen? Zo zie je dat de Surinamer, eigenlijk zijn eigen geschiedenis niet weet. Anosabi, hij weet niet wat hij, waar hij het over heeft. Isabel, het is vreselijk, vreselijk moeilijk, mensen. Isabel, om te kijken naar dit soort mensen die doelbewust onze geschiedenis vervalsen. En zo de Surinamer ook op een verkeersspoor zet. Want die man sabit dat ze namen nog op een golezi. En dat doen we nooit. Ze namen nog een lezi. Isabel, nee, koti. Ja, ik kon dat ik converteerden. En ja, ik kon dat ik bewijsden. Het gaat dus zo. Ja, nou, ik neem u mee. 30 jaar terug, mensen. Weet u, 90. Mijn sabier, ook het eerst leef je dat tegen me. Weet u, maar hoe heet het? We gaan luisteren wat er in 1990 heeft gespeeld in Suriname. Ja? We gaan luisteren, mensen. Wat was er toen gebeurd in Suriname en wat was de aanleiding wat deze man zegt? Ja, in 92. Want ik zeg je, in 1990 is meneer Kraag, J. Kraag, heeft geregeerd. Ja, omdat er iets in Suriname gebeurd was. Ja, wat was er gebeurd? Dit was gebeurd. Goed luisteren. Wat je hebben. Landgenoten, naar aanleiding van de ontstane situatie in het land heeft de leiding van het Nationaal Leger per heden 24 december om 22.30 uur de regeermacht in de Republiek Suriname overgenomen. Ja, dat was gebeurd in Suriname. Hij kon de regeer nooit om 91 december 91. Dan kreeg je 1992. Maar ja, het lukt niet meer. Ja, dan wat kreeg je? Venetiaan komt aan de macht. Dat jammer man ook, een jong boy. Ik kom dan mij kon tijd dat ja, de ontwrichting heeft plaatsgevonden in 92. Ja. Ja, het is waar. Omdat ja, wat jij gemaakt hebt daarvan, is ontwricht. Kijk, dat was nu. Iedereen, als zijn man die ziet, ook kon dat tijd dat ja, maar de ontwrichting heeft plaatsgevonden in 2021. Ja. Waarom? Omdat jij aan het bewind was. Heeft er ontwrichting plaats gehad. Is toch logisch dat je nou, als jij als Suriname niet kan zo'n kinderlijk eenvoudig iets kan zien, dat je hier als Sandisi sa, omdat deze mannen geregeerd hebben. En daarom zeg ik je, kijk nou, if je ziet dat dit telkens weer zich herhaalt, en als ze nou maar nee leren, en nee begrijpen, dat je hier nou, mijn draai aan u, mijn draai aan u parbo tot trafasi, want nee, go moro zo, ik moet veranderen. Ik kan niet weer komen en datzelfde rommel doen. Isabi. En als je niet begrijpt dat je nog kijkt, dan leg je uit dat hij hardbouwt is gevaarlijk. Hij schenkt gevaarlijk die dat ik moest wakker op mama's renaan doet. Dan ga je niet te voet toe. Ik ga parkeerlijk van alles naar man. Ik parkeer een auto. Dan wakker go naar een rechtbank. Ja? Ik ga zakken. In fasie, dan alle saka fasie am gosdon, dat je dan architect hier kijkt. Dit is het rechtssysteem van Suriname en ik onderwerp me eraan. Hij had die, hij bronlijk zoro. En dat zei ook je zie, jong mino, het is zwaar als aan die scherre. Binnen 2 jaar, met kombaka, dan met PG, OM, je sabi toch? Zijn kafouro op tape ede, dan vijf wat erop hoeren ging. Je sabi,
Dat hij begin bedrijf mag, kan hij begin zijn. En waarom kan hij dat doen? De Surinamer. De Surinamer. De Surinamer gaat hem ondersteunen om dat te doen. Hebben ze altijd gedaan. Daarom zitten we 45 jaar in deze ellende. Daarom niets anders. Isabi. Dus laat me je nog een stukje laten horen. Want ja, Isabi, hoe ben je een man in zijn hand, toch? De Wilfred Leonarens, mensen. Geweldig mooie, goede journalist. Ja. En mensen kijken nou, Isabi toch. Even kijken hoor, wat ik hier zo heb. Oké. Okay. Ja, voor mij naar Wilfred Leonarens. Laat me je wat zeggen. Kijk, Bouterse heeft gezegd, binnen 2 jaar ga ik terugkomen. Ja? Oké, okay, prachtig. Waarom zegt Bouterse, nou, minego 2 jaar, minego wacht die 2 jaar, mego no. Mego no, dan mego doe no. Weet je, minego wacht die moro lang, want me, als dat verveert me, dat toepadrij me in Congo, lag die miserie, ga maar rechter. Ja? Minego doe was aan dat die. Is dat toch mensen? Dus, ja, minomani. Maar man, wacht die toch 2 jaar. Waarom mensen? Waarom moet dat gaan plaatsvinden? Zij die moest wachten, die verplicht eigenlijk voor wachten, 2 jaar. Dat is de vraag. Is dat niet een belangrijke vraag om te stellen? Waarom zegt de NDP altijd binnen 2 jaren? Look, Asanis Ramsewak-Sankar ook. Was ook 2 jaren. 1988 kom je te 90. Deze telefonische coup die dingen gepleegd had. Ja, was gepleegd. Na 2 jaren. Ga maar de geschiedenisboeken opslaan. Op naslaan. Dan ga je ze ervoor. Ga maar. Isabi toch mensen. Dus. Nu. Isabi zijn de man. Nee, begrijp ze. Nee, ik heb je uitgelegd. Zij zijn het probleem zelf. Dus ja. De nee zijn. En er zijn een paar. Like me. Zij zijn wel. En dan vraag ik me af. Ja, maar zij neem ik altijd 2 jaar. Waarom? Waarom mensen? Waarom? Ja. Dus. Er moet een antwoord toch komen. Weer in het bericht van de krantenberichten zijn verschenen dat Bouterse gesteld zou hebben dat binnen 2 jaren we terugkomen. Dan zeg ik, hier, Miano Adin, dat me kon vertellen van de vrouw. Shankar was ook 2 jaar. Wat is die link dan? Sanasanati, hoe kan het? En dan kom ik. Dan ga ik goed nadenken, dan denk ik bij mezelf, oké, okay, ja, is waar, 2 jaar. Oh, wacht die 2 jaar. Waarom? Kijk nou mensen, Bouterse no lau, efa kono, dat alle de paimang na alle de problemen sta in meki, na inzref ho abi vreu me op, inzref hi, want dat zijn toch hier, dat klik, laat ze wat zingar hier, alsjeblieft, ga maar doen, alsjeblieft, go regeer, ja, maar dat minuwa niet. Maar wacht die 2 jaar. Zeiden me ook, wacht die 2 jaar, mensen. Kijk, er is een plausibele verklaring daarvoor. Dan lijkt meneer Ramse Wakshankar, na meneer Santokino, de meego herstelt toch, mensen. Eigenlijk, die vangen de klop op van de zweep voor alle de fouten van de man die smikkie. De bevolking kost dit toch. Ooit is de bevolking, ik kost Bouterse. Dat ja, maar na Jupora San die staan. Nee. Santoki, Ibo Setento. Nou, dat deed hij. Terwijl, ja, Santoki zette mensen. Ik had dat gezegd niet. Alleen, Imsing. Want heeft Bouterse en Wakka go naar een toefoto. Een hele eind naar rechtbank. Dan met dat allerlei Santoki zetting. Als zetting, vallen goed. Weet je, mij heeft veel plezier in zijn. Dat hij als zetting zo. Dat hij amko lang een pakket geeft. Dat is jouw zaak. Want de mama tak, we zitten nu kom. Dat is nooit gezegd, we zitten. En als zitten, 2 jaren mensen, focus. Waarom 2 jaren? Santoki gaat herstellen. Ja. Paiman worden hergeschikt. Isabi geherschikt. Ja. IMF komt aan het dingen. We gaan bezuinigen, we gaan al die dingen doen. En wat is dat, die mensen? Kijk nou. Bouterse is niet gek. Want Bouterse, ik had je afgelopen zondag laten horen van dat ding van IMF. If you nyama bita 2 jaar, daar komt dat woord weer terug, 2 jaar. If you nyama bita
twee jaar lang, dan heb je bijna 850 miljoen US dollar opgespaard. Dat na even jama bita twee jaar en je volgt een programma. Dus, amani se plek kon niet takere i santoki, je go jama bita gimi voor die rommel die ik heb gemaakt. Je go jama bita nanga alleen in pina, ik de man kosjou. Dat je spara money gimi. Dat ben je twee jaar temisita ga money doro. Je sparing ba met allerlei bezuinigingsmaatregelen aan de sani. Ja, daarmee kom baka. Daarmee kom baka. Is het waar, ja of nee? In 2016 is een crisisherstelplan gepresenteerd. En in 2018, zo Suriname, inderdaad, 850 miljoen US dollar bij elkaar hebben gesprokkeld. Klopt dat wat ik zeg? We gaan luisteren naar een woordvoerder van IMF die destijds had onderhandeld met hoefdraad Bouterse en Glenn Gersi, de toenmalige governor. Wat heeft hij gezegd? Onthoud die twee jaar, hè? Opletten. By the end of the program, by 2018, the reserves of Suriname should be equal to about 850 million US dollars, roughly where Suriname was some time ago. So that is in 2018. And then the question is, when does the repayment start? Dit is meneer Daniel Leed, chief mission of the IMF in Suriname. Je hebt het gehoord, hoor. By the end of the program. Twee jaar. Dus, twee jaar. Vanning, Bouterse et taki. Tak ja, we komen bij twee jaar. In Amerika, dat gaat doen. Unudong, wij Surinamers zijn dom. Wij zijn dom. Omdat we in die zin wordt niet begrepen wat er gebeurt weer. Dij kong, dat heeft zijn toch pina pina. Spaar in twee jaar aan monilisie. Dat man die zei, kom maar geen vernietiging. En ja, je weet toch. Nou, lijkt me, de mij zoeken dat zomaar naar man. Zij doe, opak me op, Isabi. Of ja, wil je dat bij al die dingen wil je weten. Dat is niet belangrijk. Is totaal niet belangrijk. De inhoud is belangrijk. De inhoud. Daarom missen wij Surinamers. Dit soort dingen. TUC, een bericht in de krant. Ik dacht, ja, de NDP komt binnen twee jaar weer aan de macht. Dan moet je begrijpen toch, oh, dat dat iemand kon doen. Ja, maar Sanamayara, in ik kies me. Maar niet doen. De contact zijn niet. Radio, tv, alles dat zijn niet. Met een logger, met een logbari. En dan ga je dit soort... Je creëert problemen voor jezelf. Je begrijpt dat probleem zelf niet, omdat jij eigenlijk dat probleem bent. Dan zit je met dat acceptatieprobleem. Dacht ja, noem je hem accepteert dat nou meer probleem. Of wat? Is dat niet toch, mensen? Dus, het is vreselijk moeilijk, mensen. En ja, kijk nou. Je kan met Santoki twee dingen doen. Ja. Santoki kan dan de weg van IMF volgen en dan na twee jaar worden afgezet door dezelfde NDP'ers. Dat zou kunnen. Ja. Ik wil u meenemen naar een stukje uit de geschiedenis van Suriname. En dan ga je dat ding krijgen. Taki, moet je luisteren. Kijk nou. Moet je luisteren. Als je weet dat Suriname dat probleem is. Ja. Surinamers zelf. En eigenlijk een van die grote... Mensen die dat probleem vormen, is eigenlijk Bouterse zelf toch. Dat hij in staat is om de Surinamers zodanig te misbruiken. En dat de Surinamer dat zelf niet doorheeft. Ja. Dat is heel pijnlijk. Want je maakt misbruik voor de man. Isabeve kon doe alle soort lolo's aan. Weet je toch, mensen? En dan, kijk, er is in het verleden gesproken. Dat ja, kijk nou. Als Bouterse het struikelblok is, wat moet je ermee, mensen? Dat moet je je afvragen. Isabi, de makkelijkste weg om dat probleem te tackelen, is toch om Bouterse weg te halen? Ja? Dus dan kom ik terug bij die man Wilfred Leonaris. Heel mooi dingen. Maar dat zijn een van die oude kanjers toch, mensen, Isabi. Wie is er nu mee opgegroeid? Weet u. Maar wat had hij dan te zeggen? Ja, we gaan luisteren wat hij te zeggen had, mensen.
We gaan luisteren. Kijk, dit had hij te zeggen. Ik denk dat uw collega daar een beetje gelijk in heeft. Iedereen was erover eens dat deze regering het land nou niet bepaald die welvaart heeft gebracht waarvan het misschien verwachting had gewekt. Hoor je? Datzelfde wat je nu hoort van de Surinamers. Ja, is dat iedereen had verwacht dat deze regering bossitting. Maar wat is dat antwoord van meneer Leonarens? Weet je, dat heeft van zijn naam mijn conco-actie iets onmogelijk. Ja, maar bij dat bossitting, dan is gewoon dan IT monk bij inoman zitten. Ja, is geschiedenismensen, hoe doe was aan die slange denkbouw? En hoe sabi is open en breed. Daarom vind ik het heel kwalijk wanneer mensen, prominente Surinamers, komen en komen klagen. Nee, je moet niet komen klagen. Geen tijd daarvoor. Zet je schouders eronder en begin eraan te werken. Wat zei die meneer Leonarens op deze vraag? Dat ja, we hadden verwacht dat ja, meneer Shankar een betere job zou. Meneer Shankar, ja, laten we horen wat hij gezegd heeft. Kijkt u naar Peru, naar Uruguay, naar Argentinië, naar Brazilië. De puinhoop die militairen achterlaten. Denkt u dat welke regering ook in staat zal zijn om in 3 jaar deze puinhoop te herstellen, weg te maken? Nou, dat is uitgesloten. Ik dacht dat die puinhoop al vanaf na 75 was. Nee, die puinhoop is in 80 ontstaan. Want toen, maar bedoelt u dat de regering meer tijd had moeten hebben? Ja, ja. Niet alleen meer tijd. De hete adem in de nek van de regering moest er niet zijn. De regering werd voortdurend onderuit gehaald door Boutersen. Maar hoe neemt u als voorbeeld het Koerenakkoord. Het Koerenakkoord, dat is het akkoord dat door Brunswijk en de regering gesloten is onder toezicht, onder begeleiding van de Franse regering. Ja. Koeren, dat is het lanceren. Ik stop even. De Franse regering. Ja? Wat is er met de Franse regering en Suriname, mensen? Isabel, dat is ook iets leuks wat ik u wil laten horen, toch? Weet u, waarom is er een koerel? Hoe heet het? Even kijken hoor. Waarom is er een koerel-akkoord gekomen in Suriname, mensen? Vind je dat niet belangrijk om te weten? Geschiedenis toch? Of ga je je laten bedonderen weer? Ja? Zo kunnen toch, weet u. Er is iets in Suriname gebeurd dat toen de tijd geleid heeft tot het koerel-akkoord. Ja, wat is er gebeurd destijds? Even kijken hoor, mensen. Wat er gebeurd was tijdens het Koerenakkoord in Suriname. Ik neem u mee terug, zodat je dat kan weten. Wat er gebeurd was. Even. Ik moet scrollen, hè, mensen. Want ik heb me allemaal oren voor doekba, Isabel. Stukje bij beetje laat ik een beetje los over mijn privé. Maar goed, we gaan luisteren. We gaan diep terug in de geschiedenis van Suriname. En even over de Fransen, toch? Mooi man, prima. Laten we luisteren wat er met de Fransen gebeurd was destijds. Ja? Dan volg maar zelf. We gaan luisteren. Franse betrokkenheid, mensen. Goed luisteren hier zo, hè. Heel oud. Acties van Brunswijk zouden ons land uiteindelijk enorm veel schade toebrengen. Niets werd ontzien. Scholen, elektrische masten, bruggen, alles werd vernietigd. Vele productieactiviteiten kwamen stil te liggen. Een voorzichtige schatting van de schade loopt al in de honderden miljoenen. De revolutionaire leiding had in de beginjaren van de revolutie, toen er nog volop deviezen waren, besloten de ontwikkeling van het land te laten prevaleren boven de aankoop van wapens. Het Nationaal Leger was dus niet in staat een adequaat militair antwoord te geven op de acties van Brunswijk. Dankzij een creditline met Brazilië, waarbij wat materieel kon worden aangeschaft, kon erger worden voorkomen. Dit materiaal was echter niet voldoende om het terrorisme definitief een halt toe te roepen. Vele jonge Surinamers zouden hun leven verliezen bij de verdediging van het vaderland in de strijd tegen het door Nederland georganiseerde terrorisme.
Ja, en nu krijg je dat ding, hè? Nederland georganiseerde terrorisme, mensen. Isabi. Maar wat zie je gebeuren hier zo? Als je zegt van door Nederland georganiseerde terrorisme. Klopt dat? Ja? We gaan luisteren, ja? Want er zijn een paar militairen inderdaad gevonden in Suriname, hoor. Ze waren vermoord, weet u. En ik wil toch graag weten of het Nederlanders waren. Want ja, deze berichten spraten. Omdat het tijdens een militair bewind was, hè, Isabi. Maar ze laten sommige informatie wel los. Dat ja, de mannen bij investeren in het leger. Want ja, ze wisten dat de leger gewoon ja, makke schaapjes waren. Het waren Surinamers. Ze weten niet dat zij dat probleem zijn. De militairen. Isabi, Isabi. Dus ja, inaf investeren in de dong. Met andere woorden. Dus we gaan nog een stukje luisteren hiervan. Even kijken. Nee, we gaan luisteren. Welke betrokkenheid er plaatsvond hier zo. Ook aan de kant van de terroristen vallen doden. Nu bleek ook de Franse betrokkenheid bij terrorisme overduidelijk. Goed zo, mensen. Franse betrokkenheid. Ja. Lucuja, zei ze. De chargé d'affaires van Frankrijk. We are sure for the moment that there is one legionnaire deserter from the legion, because we have found documents have been found on him, on his body. But for the other corpse, we don't know yet from where he comes. It's a legionnaire, but what will the French government do with this? Well, I will inform my authorities, you know, to check if there has been deserters in those last days in the Legion in French Guiana. That is the first thing that I have to do. It seems there has been, but I have to check first. Okay, thank you. Ja, mensen, welke betrokkenheid? Ja, die mevrouw zegt Nederlands, maar het zijn Fransen. Maar daarom kreeg ik koerakkoord. Nog een stukje, hè. Kijk, Bouterse. Is net als nu, hij is vreselijk angstig geworden. Ja. En dan ja, hij zit in paniek en er moeten verkiezingen worden uitgeschreven. Ja. We gaan luisteren, mensen. Ons bedreigen met interventie. Op 12 december 1986 wees het Surinaamse volk massaal elke buitenlandse interventie af. En mensen, kijk nou, hier zie je de macht. Van de VAP weer, sorry, mijn excuses, maar ik ga het weer zeggen. Waarom niet Aaron? Aaron zat ook daar. Waarom niet KTP? Die zat er. PL bestond helemaal niet, Isabel en zo. Maar deze drie groepen, daar staat maar één op die buitenland zegt van luister nou, wij lossen onze problemen zelf op. Maar je bouwt dat. En Uno, ja, Bouta put onder druk. Ja, waarom? Waarom denk je dat? Suma put Bouta onder druk om elke dag, elke keer naar de rechtbank te lopen. Wie? Dat moet je zien. Kijk, dat was hier. Het buitenland heeft hem flink onder druk gezet. Wanneer no wani? Ja, if you no wani, dan ja. Gaan we een inval plegen in Suriname? Dat gaan we doen, ja. Weet je, kijk nou. Dat is een andere mogelijkheid, hè. Om Bouterse te verweren, want hij is het probleem. Maar hij krijgt hulp van Latschman. Ja, omdat hij weet van ja, je gaat toch moeten opdonderen, Bouterse. En ik ga het overnemen samen met die oude partners. Dus wat zegt hij tegen het buitenland? Dit. Al degenen die ons bedreigen met interventie en bedreigingen, aan hen wil ik zeggen, meneer de voorzitter, laat ze ons de rust gunnen. Wij Surinamers zijn bezig ons eigen problemen op te lossen. Nou, is toch prachtig? Ja. Je krijgt hem op de knieën. Hij zal weg moeten. En wij gaan het probleem oplossen. Ja. Weet je, mensen. Maar ja, oké. Okay, prima. Even kijken. Wat gaan we weer doen? We hebben twee keuzes nu. We doen het officieel. Ja. Om bijvoorbeeld dat probleem van Suriname, met name Desi Bouterse, op te lossen.
En dan zie je dat Suriname ervoor kiest om inderdaad bepaalde zaken te doen, weet u. En hoe? Op een hele rustige manier waar de Surinamer niet wakker van ligt. En dat, zo moet het zijn ook. Wat bedoel ik? Ja, admiraal Greg Stephen Faller. Hoe de hel is admiraal Greg Stephen Faller? Ja, ga maar luisteren wie dat is. We gaan luisteren, mensen. Amerikaanse admiraal Greg Stephen Faller heeft vandaag een eendaags bezoek gebracht aan defensieminister Krishna Mathura. Tijdens de ontmoeting is er onder andere gesproken over intensivering van de defensiesamenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika. Faller is de hoogste militaire leider van het Southern Command van de VS. De Surinaamse legerleiding heeft ook enkele gesprekken mogen voeren met het hooggeplaatste legerhoofd. Dinsdag heeft Faller al een eendaags bezoek gebracht aan buurland Guyana. Oké, de Suriname heeft allies, mensen, weet je, is toch prachtig? Ja, en vandaag vroeg er een apper me van ja, er is een minister van Defensie, mevrouw Ank Bijleveld, en weet ik, weet u, die naar Suriname komt. Ja, Suriname maakt vrienden, ja, weet u, en dan ga ik u uitleggen waarom Suriname vrienden maakt. We gaan luisteren, mensen, want even kijken, dit bericht. Minister Ank Bijleveld van Defensie brengt in april een beleefdheidsbezoek aan Suriname. Met collega minister Krishna Mathura zal er van gedachten gewisseld worden over verschillende onderwerpen. We hebben in het ambtelijk overleg dat er was vorig jaar november, hebben gesproken. Mensen, ik laat het voor wat het inhoud betreft, ik vertel je dat. Ja, kijk nou, twee, heb je gehoord toch, die Amerikaan en deze, hoe heet die, de Nederlander. Maar er is ook al een Franse geweest. Ik moet letten op mijn tijd, mensen. Isabel, 10 uur, dan de dingen. Hoe heet het? Avondklok. En je weet toch, het is vreselijk slecht weer. Dus ik moet gaan afbouwen, weet u. Maar even goed afronden. Dus wat krijg je? Dat ding van IMF. Bouter zit te wachten, telkje. Ja, IMF. Santokje spaar aan money, daarmee komen we. Maar wat zie je gebeuren? Santokje is goed bezig. Hij is goed bezig, mensen. Ik zit te stollen. Want ik mis sabitak, ja, als hem zijn is, zijn aram ze wakzanker. En nu word ik nummer 2. Dan mi boemam no lau, mi boemam no lau. Ik zeg tegen de IMF, dat moet je luisteren. Ja, kom doe rustig, laten we rustig doen, rustig. Want ja, desnoods duurt het 2 jaren. Want ja, moet je luisteren, even Paris zit in zijn even kom. Tak alami, moni samigo spaar, apina sa wenyang. Unerij Biggi Prado, unerij Biggi Range Rover naar de Sandati Isabi. We moeten het sober doen. En in de man die seconde hebben wij bijna 850 miljoen bespaard in 2 jaren. Daarmee Colibi Biggi hoor feest naar de Sandati. Iedereen zegt dat hij is hij, bouwt hij zit kondere boom. Ja, dank je de koekoek. Dat doe ik niet, Isabi. Dan ga ik gewoon een beetje rekken. En dan wie is de gebeten hand? Als zijn man. Als zijn z'n man. Z'n man begrijpt zij z'n. Ja, dus dat is de ene kant van IMF. We kunnen een andere kant bewandelen, andere weg. Dat is met defensie. Ja, Santokki knoop betrekkingen aan met de wereld. Amerika, Nederland, Frankrijk. Meer moet je niet hebben. Meer heb je niet nodig. Want Amerika en dingen, Brazilië zijn één. Ja. Ja, Frankrijk, naar Nederland, zitten ook op één lijn, mensen. Ik heb u laten zien hoe de Koerenakkoord tot stand is gekomen. Omdat Franse militairen in Suriname waren, ja, betrokkenheid. Die Surinamer gaat het verdoezelen om te zeggen, ja, Nederland heeft terrorisme georganiseerd. Ja, dit is de uitermate geschikte moment voor Bouterse om te zeggen, ja, ik daag voor de Nederlandse staat in mijn proces. Laat ze komen, ik wil zelfs getuigen horen. Dat is belangrijk. Ga je niet focussen op excepties naar de Sanati. In de substantie naar excepties. Je weet niet over beroepszaken naar de Sanati. Probeer een beetje erin te komen. Laten we niet allemaal doen, like of wasabi zo. Vooral ik ook niet, Isabi. Laten we ons focussen op wat er nu speelt. Ja? Als Santokki dat ding met de IMF doet, ja. Je moet het wel doen.
Maar de andere kant, dat ja. Het trouwens, nu dat ik doe, dat is paramonie, dat ik me voeren mag, dat ik me naar een bos van je, met kleur en paars, met tekamonie bij verfi, naar een kwasi mag. Isabi, ja. Dan krijg je weer een herstelperiode. Want daar heb ik geweest. Hebben we altijd gezien. Je kan een militair proberen te verwijderen met deze mensen. Want kijk dan, nou, waarom is de minister van Binnenlandse Zaken van Amerika niet gekomen? En waarom komt wel een hooggeplaatste militair? Waarom komt niet een andere minister van Nederland naar Suriname? Nee, die van Defensie komt er. Defensie? Ja, die van Frankrijk, dat naar Gokong. Ik zeg je, ja, want ja, die zien dat, oké, okay, er is een gelegitimeerde regering nu. De bevolking heeft gekozen. Dus we gaan er goed gebruik van maken. Omdat niet iedereen een boutaris en boutis is. Dus ja, dan moet je het uitbuiten toch, mensen. Isabel. Dus je zou Bouterse militair kunnen verwijderen. Ja, is er ook al een keertje gesproken hierover? Ja, het is gesproken en besproken. Ja, ik neem u weer terug naar meneer Leonaris. We gaan luisteren, mensen, wat hij te zeggen had. De lanceerbasis van Frankrijk en de Franse Guyana. Ja. Ja, hij heeft het nog steeds over Kourou, mensen. Goed akkoord is. Alleen meneer Bouterse was tegen. En wat heeft hij toen gedaan? Hij heeft Indianen gemobiliseerd die misdaden gepleegd hebben op een verschrikkelijke manier. Maar hoe u wil van Bouterse af? Dat is duidelijk. Hoe zou dat dan moeten? Oké, okay. We willen van Bouterse af. Het is al bijna 30 jaar geleden gezegd. Hoe? Ja. Alleen je zit te wachten op een democratisch gelegitimeerde, een legitieme regering. Ja? Waarbij je niet kan zeggen, ja maar er was verkiezingsfraude. Ja. Hij gaat je zeggen hoe alle dictators verwijderd worden uit landen. We gaan luisteren naar meneer, meneer Wilfred Leonaris, ja, en ik ben het 100% met hem eens. Hè. Als je weet waar het probleem is, moet je dat probleem oplossen. We gaan luisteren. Laat mij een paar voorbeelden geven, want ik ben het ook niet eens met de heer Bolkestein. Hoe is Noriega weggegaan uit Panama? Hoe is Marcos weggegaan uit de Filipijnen? Door hulp van Amerika. Ja, hoe is er orde op zaken gesteld in Grenada? Door hulp van Amerika. Hoe denkt u dat Baby Doc is verdwenen uit Haiti? Door hulp van Amerika. Juist. Dus u vindt dat er hulp van Amerika moet komen? Nee, ik vind dat er hulp van... Nee, wij hebben nooit de banden gehad met Amerika die wij hebben uit Nederland. En een ander feit is, dat wil ik ook nog zeggen, Nederland heeft consequent geweigerd in de afgelopen jaren vanaf 1980 de tegenstanders van Bouterse in dit land op welke wijze dan ook steun te verlenen. Ja. Op geen enkele wijze, de Nederlandse regering was te voortdurend haar handen in onschuld. Maar aan wie hadden ze dan steun moeten verlenen? Als de Nederlandse regering Bouterse wilde toejuichen, dan moesten ze natuurlijk de mensen van Bouterse steun verlenen. Maar de Nederlandse regering wilde Bouterse weg hebben. Nu wil de Nederlandse regering Bouterse ook weg hebben. Dat zegt de Nederlandse regering duidelijk. Ja, maar en dat kan alleen met steun van Amerika? Nee, niet met steun van Amerika alleen. Misschien kan Brazilië steun verlenen. Maar de politieke druk die van Nederland moet uitgaan, bijvoorbeeld om de ik wil niet zeggen ingrijpen te verwachten van Amerika, maar de politieke druk die Nederland kan gebruiken om Brazilië en Frankrijk als naaste, als buur en de Verenigde Staten ertoe kan krijgen om een eind te maken aan het militaire gedoe. Maar dat betekent dus een militair ingrijpen? Desnoods, dat doen ze toch nu ook in Irak, ook in de Golf? Vindt u dat de weg, meneer Bolkestein? Dat is toch precies hetzelfde wat daar gebeurt? Ja, prachtig toch, mensen? En je ziet wat er gebeurt, hè? Er komt een Amerikaan. Er komt een Nederlander. Allebei hebben met defensie te maken. En de Fransen, die hebben ook met defensie te maken, mensen. Weet u. En wat was de reactie van meneer Bolkestein, mensen? Weet u. Wanneer zou Nederland in staat zijn om dat wel te willen overwegen? Wanneer? Om om Bouterse te verwijderen, weet u. Wanneer zou dat moeten plaatsvinden? Wat zijn de voorwaarden waar een Suriname zou moeten voldoen? Ja, we gaan luisteren, mensen. Naar meneer Bolkestein, Frits Bolkestein. Even goed kijken, hoor. Ja. De hele lijn van Bouterse is dat zijn opkomst Suriname
de situatie in dat land niet beter heeft gemaakt. En in plaats van de regering weg had natuurlijk ook de figuur Bouters eens kunnen verdwijnen. Het militaire en de politiek die brengen alleen maar ellende. Waar ook ter wereld. Er is nergens ooit dat je aanwijsbaar kan aantonen dat militairen en de politiek iets goeds hebben gebracht. Maar hoe zou meneer Bolkestein Bouters kunnen verdwijnen? Nou, dat kan Nederland natuurlijk niet doen. Ik ben het volstrekt eens dat militair en de politiek alleen maar een ramp veroorzaken. En ik vind het ook een buitengewoon slechte ontwikkeling. Kijk, Suriname is natuurlijk een blijf onafhankelijk, heeft de soevereiniteit. En dat is nu eenmaal zo. Dus wij kunnen alleen maar op verzoek handelen. Maar stel nou dat meneer Shankar, die nu net is afgezet, ja, dat die morgen premier Lubbers... Maar mensen, goed luisteren. Wat, wij kunnen alleen op verzoek handelen. Ja? En die journalist gaat hem een vraag stellen. Hij zegt, luister Ruud, hoewel ik ben niet zeker of ik titueer. Ik ben door het leger afgezet, kom mij helpen. Wat moet Nederland dan doen? Nou, ik vind niet dat we troepen kunnen sturen of iets dergelijks. Dan zou het toch in eerste instantie moeten gaan via de Verenigde Naties of iets dergelijks. En die hebben wel iets anders aan hun hoofd? Die hebben allerlei problemen aan hun hoofd. En Suriname zal niet het grootste probleem zijn. Dus wij kunnen zelf natuurlijk niet zonder meer ingrijpen. Dat zou ook heel verkeerd zijn. Maar je moet je wel afvragen. Maar, hè, goed opletten. Of de weg die we tot nog toe hebben gevolgd de juiste weg is. En of het niet tijd wordt voor een andere benadering. Zoals? Nou, je zou je kunnen indenken dat wanneer er na verkiezingen, die dan fatsoenlijke verkiezingen moeten zijn, wanneer er een legitieme regering komt in Suriname. Voorwaarde 1, hè? Wanneer na de verkiezingen een legitieme regering komt in Suriname. Ja, voorwaarde 1. Die een verzoek richt tot de Nederlandse regering om duurzame bijstand bij bestuur en bij rechtspraak. Of wij. Voorwaarde 2, ja. Daar niet op in zouden moeten gaan. Maar nogmaals, is het niet heel erg onwaarschijnlijk dat deze legerleiding zo'n regering zou kiezen die hulp aan Nederland op dat punt gaat vragen? Ja. Goed zo. Dus daarom moet je een legitieme hebben die dat wel gaat doen. Ja. Goed luisteren. Dat is op dit ogenblik onwaarschijnlijk, maar ik geef de hoop niet op dat er toch niet in de toekomst een regering in Suriname komt die wel wordt gesteund door de bevolking en die een dergelijk verzoek richt tot ons. Want I rest my case, mensen. Het is 9:30, dus ik moet afraffelen. En je weet, ik hou daar niet van. Hè. Maar goed, ik heb geen keus, mensen. Ja, mensen, kijk nou. 2 jaar, dat is dat hele issue van die 2 jaar, weet u. Dus, als je dat hoort, dat meneer Ashwin Adin in het parlement komt en zegt, ja, dat ding heeft in 92, de ontwrichting van de Surinaamse economie heeft in 92 plaatsgevonden, omdat je dit hebt gedaan, de centrale bank hebt uitgekleed en al die. Ja, maar kijk nou meneer, als je dat weet, je hebt 10 jaar de kans gehad in de NDP, dan had je toch kunnen veranderen. 10 jaar, je hebt niks gedaan. Dan nu ga je weer verder. Maar mensen, je moet daar geen waarde aan hechten. Ik zeg je, kijk, je moet een keus gaan maken voor je eigen leven. Kijk nou, als je weet dat jij dat probleem bent, Juna een probleem, dat Samodunang een probleem, moet jij gaan veranderen. Weet je, ga jij dat land ondersteunen of niet om jouw eigen probleem op te lossen? Je moet je problemen niet op het bordje van de regering gaan zetten. Dat gaat hem niet worden. En als je gaat dreigen, dan gaat eens aan het kijken. Suriname heeft nu mogelijkheden. Wanneer je ziet dat de Amerikanen, je ziet dat de Nederlanders, de Fransen bezig zijn. Ja. En mensen, laat me jou één ding vertellen. Ja, ze namen, dan heb ik je me vertrouwd. Ik dacht, ja, nou, nou, een tempo pleeg, want koop. Ik kan jou één ding verzekeren. Go pleeg, want koop. Ga dat doen. Maar ik kan jou één ding verzekeren. Kijk wat er gebeurt. Een beetje wereldview. Je hebt Venezuela aan de westkant van Guyana. Ja? Helemaal een vertroebeld land met allerlei problemen. Als je ziet wat voor problemen Venezuela krijgt met Guyana krijgt met Venezuela aan de westelijke kant, dan heb je een vreselijk moeilijk land om te besturen, Guyana. Met al die rommel die iemand anders verricht en dat invloed heeft op jou. Nou ga je een ander probleem krijgen aan de oostkant van Guyana. Met name Suriname. Wat heeft Suriname een beetje regering begint doen aan lo nonsense?
kan ik jou één ding garanderen. Dat Guyana zijn beklag gaat doen bij die multinationals. Zeg van, moet je luisteren, ik heb rust nodig. Wat ga je doen? Die multinationals gaan naar hun regering gaan. Total is een van ze, Frankrijk. Esso, ExxonMobil zit daar bij Guyana. Is Amerika. Wat ga je doen? Shell zit ook daar zo. Is Nederland. Daar heb je die drie grote landen waarmee Suriname op defensiegebied praat. Dus in een biggie garotak met bouta met een fout naar de boutaris, naar een boutiste tak de mango. Lam leggen kondre, doe allerlei malversaties. Want als je dat doet, gaat Guyana daar last van krijgen. En dan gaat Guyana klagen. Tak, ja. Aan de westkant van mij heb ik Venezuela en nu zit ik opgeschreven met Suriname. Dit ding kan niet. Dan ga je dat ding van Grenada krijgen. Als er een inval moet komen in Suriname om dat probleem van Suriname op te lossen. Ja, kijk, wij hebben de Suriname de kans gegeven om dat probleem zelf op te lossen door middel van een strafproces. En dat ding duurt te lang. En als dan een toemsie lang aanberen, ja, dan zeggen we, kijk, als deze man misbruik wil maken van zijn eigen bevolking en de bevolking heeft het altijd toegelaten, dan doe dan een Likasemsani zo doe, dan een Maurice Bishop. Dat probleem moet weggehaald worden. Net wat die journalist vertelt. Jij bent het probleem, sorry, dan moet dat probleem opgelost worden. Isabel. Dus mensen, het is. Ik hoop het niet dat het zover komt met ons Suriname. Maar ja, Luc, luister nou. Soms moet je ook eerlijk zijn. Dat ik van Fittilisme fitti, nee, ik ga fitti. Ik San moest panja, ik ga panja. En je weet toch, ik ben aan het napraten. Weet u, Isabel. Even nog een paar dingen. Even kijken hoor. Even kijken. Men moet je programma beoordelen en niet de persoon goed zo. Chan zal dat nooit doen omdat jij van een ander kaliber is. Omdat hij, ik weet niet, jij, het moet hij zijn. Meneer Singh, iets voor de Hindustanse Surinamers, die begrijpen het wel. Bin Mamet Sekana Haramhe. Oh, ik weet niet hoe je dat moet lezen hoor, sorry. Even kijken hoor. Grote fan van mij. Niet voor de uitzending, oké. Okay. Ik ga toch lezen, Carmelita. Grote fan van mij, niet voor de uitzending. Wat willen ze van u weten? Ze gaan straks ook vragen, hey, wat bent u aan het ondernemen? Wat een nieuwsgierigheid. Ik heb het idee van wie die vraag komt. Hij is erg boos omdat hij niet kan bellen, Carmelita. Ja, Israpo. Even kijken hoor. Goedenavond, heer Singh. Ik heb altijd gezegd, hij had gelijk dat Brunswijk moeilijk deed met functies. De formatie moeten afblazen en opstappen. Ze gaan moeilijk blijven doen. Groetjes Herman uit Utrecht. En wel thuis. Dankjewel. Dan hadden ze zelf hun rommel moeten opruimen. Groetjes Herman. Oké. Meester Singh, laat u zich niet verleiden of uitlokken tot domme uitspraken. Stay cool. Anders moet ik standvast vragen om de optie. Meester Singh, functie elders. Groetjes. Functie elders. Hé, hey, die zou een straf maken. Maar Luco, Pieter om zich, hoor. De functie elders. Maar je kan zien toch, mensen. Het is goed om ook te delen, hè, om te laten zien hoe Surinamers met elkaar omgaan. Dag, meneer Singh. Veel. Leer meer over IMF plus Oppenheimer. Goedjes. Of vertel meer over IMF plus Oppenheimer. Goedjes, Prim. Wie is dat bij jou? Prim. Oké. Okay. Goed. Goedenavond, meneer Singh. De vernietig is begonnen in 1975 bij Henk Arnold. Ja. Dat is zo, ook zoiets, weet je. Meester, hopelijk zullen de Surinamers niet meer intrappen om op de Lafar te stemmen. Ik hoop het voor u dat ze dat niet doen, weet u. Want ja, is moeilijk hoor, mensen. Goedenavond, meester Singh. Erg jammer dat de meeste Surinamers geen idee hebben dat er een natuurwet bestaat van oorzaak en gevolg. Goed zo. Het is een wet die onveranderlijk in de eeuwigheid werkt. Als deze wet
je bekend is of niet. Het werk met verwondering beluister ik de epper over de schoonmakers dat deze wis- en natuurkunde gestudeerd heeft. Wat een intellect, hè? Haha, fijne avond. Groetjes, Sosolobby. Uw programma is top en het interesseert mij helemaal niet wat uw privé doet. Goed zo, dat moet ik hebben. Functie elders, hè? De mogen je wel functie elders. Ik hoop niet dat de directeur meeluistert, maar ik zit wel op een dag. Ja, meneer Singh, functie elders, sorry. Meester Singh, Rutte ziet ook niet in dat hij het probleem vormt in Nederland. Hij moet en zal blijven regeren. En trouwens, ja, kijk, dat is hem. Dat is dat ding, weet u. Dat is hem. Als je dat ding niet ziet, ja, iedereen ziet het, behalve jij. Dan heb je toch een vreselijk probleem. Even kijken hoor. Dankjewel, fijne avond. Wees voorzichtig, het regent heel hard. U heeft zoals altijd mijn ogen weer geopend. Oké, als ik uw ogen geopend heb, dan verwacht ik niet dat ik een bericht krijg, functie elders. Hè? Mensen, ik kap ermee. Het is 9:30. Luister nou. Ik heb een bericht dat verschenen is, een beetje geanalyseerd. En ik heb gezegd van, moet je luisteren, kijk, let op mensen. Wanneer hij zegt van, ja, binnen 2 jaar komen we, dan moet je scherp zijn. Je moet scherp zijn. Waarom moet je scherp zijn? Ja, meneer Ramsey Wagsankar van 1988 tot 90, ook 2 jaar. Ja, nou, Santokki kreeg ook 2 jaar van mij. Waarom? IMF. IMF. Want dan heb jij de klappen ontvangen van mij. En jij hebt de rommel die ik gecreëerd heb opgeruimd. Ja, dankjewel hoor. Maar mij kom baga. Weet u, dus... We zien wel mensen waar het schip strandt. Nee, Surinamers, wees wakker. Net als Rutte. Kijk wat een president kan doen. Hoe een president een heel land kan vernietigen. En wij willen dit niet. Wij willen dit niet. Ik ben blij dat er politieke partijen nu opstaan en zeggen van, moet je luisteren, kijk nou. Wij willen niet met zo samenwerken. We willen wel samenwerken, maar niet met Rutte. We willen wel samenwerken met de NDP, maar niet met Boutersen erbij. Niet met Bouffan, niet met Simons, niet met Parmisser, niet met Adin. Stuur maar andere mensen. Dan willen we wel samenwerken. Dus, even wachten hoor. Rutte hoort via dingen en Bron wil hij niet vrijgeven. U doet dat altijd. Oké, nee, ik ben bang voor plagiaat. Dus daarom geef ik mijn bronnen door, mensen. Isabel, want dadelijk word ik beschuldigd, meneer Singh. Is nooit tak tak, want los aan die voetras, maar Isabel, kijk. Je weet toch, ik ben iemand van de fragmenten, want ik wil niet dat je zegt dat ik het gezegd heb. Nee, alles wat je zegt gaat tegen jou gebruikt worden. Dus je mag praten. En vooral ik, wat ik gezegd heb, moet je komen, moet je bespreken. Je moet mij bespreken, mijn programma's en al dat soort dingen. Je moet me niet komen vragen over mijn privé dingen, waarmee ik bezig ben. Dus, ja, ik ben bezig met een programma hier zo, jou, om een beetje bij te praten, uit te leggen. Maar... ik heb van een hele zorgzame mevrouw een bericht gehad. Het regent hard buiten, dus ik ga op tijd weg. Mensen, ik dank jullie voor jullie apps. En ja, ik... hoe heet het? Even kijken hoor. Oké. Ja, en... zie jullie aanstaande zondag weer om 1 uur. Dan ga ik u van nodige informatie voorzien. En dan gaan we weer met elkaar lopen, brabbelen, roddelen en al dat soort dingen. Ik dank jullie voor jullie tijd en moeite om die apps te sturen, mensen. En ja, een prettige avond verder. Wees voorzichtig en ik zie jullie om 1 uur zondag aanstaande. Have you ever dreamed of a journey to the rainforest deep in the Amazon? A true adventure, fascinating beauty of a lost nature you've never met before. A jungle excursion with native guides,
traveling by dugouts to waterfalls, moving from the bustle of modern urban life, bird watching and the greatest fun to enjoy. All this joy we have in Suriname, come on and join me on the trip of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all, join me. The dark mysteries of the jungle, breathtaking rivers and the natural rapids, be introduced to traditional cultures. Overnight camping so exciting, waking up early by singing birds, bathing in nature, relaxed and refreshing, fishing in rivers are great talents, as you've heard. All this joy we have in Suriname, come on and join me on the trip of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all, join. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.